Goedemorgen. Welkom op het seminar Brandveiligheid van de gevel van BBN Brandveilig Bouwen Nederland. Dank u voor uw belangstelling. Wij hebben met de sprekers al een paar keer gerepeteerd. En in de generale hebben we veel van elkaar geleerd. Dus we gaan nu met spanning een live uitvoering met u starten. We hebben al een vragen binnengekregen op de chat. U kunt op de chat ook vragen stellen. En bij het aanmeldingsformulier hebben we zoals gemeld al 20 vragen binnengekregen. Die we ook een beetje verdeeld hebben over de sprekers. Dus die zullen we gedurende het webinar ook aan de orde hebben. We hebben dit webinar opgezet ook naar aanleiding van eerdere seminars vorig jaar. En eigenlijk gaat het helemaal terug naar de brand in de Grenfell Tower, die toch wel indruk heeft gemaakt en geleid heeft tot een risicobeoordelingstool die gemaakt is door de Binnenlandse Zaken en waarmee gemeentes aan de gang zijn gegaan. En we hebben nu al wat ervaring van gemeentes die daar met u over willen spreken. En daar komen we zo meteen op terug. Voor vandaag hebben we in het webinar de sprekers Victor Termijn, Kami Jabarani, Gert van den Berg, Casper van Koenen en Harm Leenders, niet te vergeten. Maar eerst gaan wij beginnen met een spreker en ik vind het toch leuk om even zijn eigen aankondiging aan u voor te lezen. Victor Termijn van de gemeente Rotterdam werkt bij bouw- en woningtoezicht van de mooiste stad van het land. En direct na Grenfell Tower pakte zij het probleem van gevelproblematiek als eerste op. En ze hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Victor houdt zich doorgaans bezig met bouwplantoetsing op brandpreventieve aspecten. En houdt zich daarnaast ook bezig met brandpreventie uitdagingen rondom extra muralisatie, superhoogbouw en dus ook de gevelproblematiek. Ja, dat, met zo'n introductie, Victor, ja, leg je de lat voor jezelf op. dus ik zie inmiddels dat we op 208 mensen zijn die ingelogd zijn, dus hartstikke welkom. Ja, en echt een moment om even door te schakelen naar Victor en zijn ervaring te delen. Victor, aan jou het woord. Dankjewel, Leo. Ja, het ging met name natuurlijk even over die mooiste stad van Nederland. Hè. Dat was het belangrijkste element uit die introductie. Ik ga mijn presentatie delen met jullie. En dan gaan we gewoon eens beginnen met hetgeen ik jullie te vertellen heb. Even kijken. Dat gaat goed zo. Fijn ten eerste dat ik hier net als vorig jaar weer even mijn verhaal mag vertellen. Ik vind het uiteraard wel jammer dat ik het publiek nu niet voor me ziet. Dat is natuurlijk altijd prettig. Maar goed, het is even niet anders. Ik ga jullie vandaag meenemen in het verhaal over de ervaringen die wij in Rotterdam hebben opgedaan met betrekking tot het gevelonderzoek tot zover. De hoofdvraag van deze presentatie daarbij is wat te leren uit de inventarisatie van de gevels op basis van het risicomodel. Ik meen me te herinneren dat in de introductie van BBN ook nog stond dat het om de risicotool ging van het ministerie. Nou, dat ga ik dadelijk een klein beetje nuanceren, maar desalniettemin gaan we daar uiteraard wel aandacht aan besteden. Ik ben gevraagd voornamelijk om het verhaal te vertellen met oog op het proces wat we tot op heden hebben gehad en de resultaten, ervaringen die we nu hebben opgedaan. Daarbij komt de technische inhoud misschien wat minder aan de orde, maar goed, daarvoor hebben we nog genoeg andere sprekers na mij die daar wel wat meer over zullen zeggen. De inhoud van de presentatie ziet er dan ook als volgt uit.
Ik zal mezelf en het hele verhaal zo meteen nog even beknopt introduceren. Ik ga jullie iets vertellen over de wijze van aanpak en het proces wat we hebben doorlopen in Rotterdam voor wat betreft het gevelonderzoek. Ik ga iets vertellen over de ervaringen die we hebben gehad met, heel praktisch gezien, het om tafel zitten met zo'n gebouweigenaar. En hoe werkt dat dan? Hoe loopt dat dan? Hoe zijn de reacties op ons verhaal? En waar kan je op letten als je zo'n gebouweigenaar benadert? Daarna ga ik jullie iets vertellen over de resultaten. Tot nu toe, hè, we krijgen heel veel rapportages binnen. In allerlei soorten en maten. En daar ga ik jullie iets over, even grofweg iets over vertellen. Wat we zo al terugkrijgen. Van die gebouweigenaren en hun adviseurs. En dan sluit ik even kort af met de conclusie. Tot op heden staat er nog achter, ja, uiteraard. Want ook wij zijn nog niet helemaal rond. Het onderzoek loopt nog. Hoewel we wel een aardige slag gemaakt hebben inmiddels. Deze inhoudsopgave laat het al zien. Hè. Het is voornamelijk proces. En zoals gezegd, inhoudelijk, technisch inhoudelijk, komt het voornamelijk bij de volgende sprekers terecht. Ik zal even beginnen nog heel kort mezelf te introduceren. Ik kom dus uit de mooiste stad van het land. Dat vertelde Leo al, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik ben Victor Termijn, ik ben specialist brandpreventie. Om dat te bereiken heb ik voornamelijk heel veel ervaring opgedaan in Rotterdam. Bij de brandpreventiecommissie, waar ik inmiddels alweer een dikke 9 jaar zit. Ik heb een tijdje bij het IFV mogen rondlopen. En ontzettend veel geleerd. Ook nu weer in het kader van dit gevelonderzoek. Mijn ervaring bij presentaties leert dat ik de term brandpreventiecommissie soms nog even moet toelichten. Want ik ga dadelijk ook wel een klein beetje over de inhoud praten. En ik merk dat bij veel gemeentes dit hele onderzoek toch snel, ik noem het even, over de schutting wordt gegooid richting de veiligheidsregio. Want daar zit de inhoudelijke kennis. In Rotterdam is het geval dat we zowel bij de veiligheidsregio als bij bouw- en woningtoezicht zelf specialisten hebben in het kader van brandveiligheid. En een hele nauwe samenwerking tussen specialisten van BWT en van onze veiligheidsregio tezamen vormen die brandpreventiecommissie. Voor degene die je misschien kennen vanuit de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is Mark van Houwelingen bijvoorbeeld heel nauw betrokken bij dit gevelonderzoek. De aanleiding, ik ga daar heel kort bij stilstaan, want ik denk dat ik het jullie niet hoef te vertellen. Uiteraard die Grenfell Tower. Wat wel even interessant is om te melden is dat vrij rap na de Grenfell Tower in Londen er in de Rotterdamse gemeenteraad ook vragen kwamen. Rotterdam is toch een stad met veel hoogbouw. De media begon daar vrij snel aandacht aan te besteden. Hoe is dat dan bij ons geregeld? Ook onze lokale media, hoe is dat dan in Rotterdam geregeld? Kan zoiets hier ook gebeuren? En toen heeft onze voormalig wethouder opdracht gegeven om hier een onderzoek naar te gaan doen. Het is een relatief korte presentatie. Ik heb geloof ik iets van 25 minuten. Misschien kan het nog wel iets sneller, maar dat geeft alleen maar meer tijd voor vragen. En ik zou zeggen, laat die dus ook vooral achter. Wat hebben we gedaan? Het is alweer inmiddels een aantal jaren geleden. Toen die opdracht kwam vanuit de wethouder Simons, hebben we een team opgezet. Binnen bouw- en woningtoezicht en onze veiligheidsregio. Met daarin inhoudelijk specialisten. Maar daar zaten bijvoorbeeld ook handhavers bij. Daar zaten mensen in van beleidsmatig korte lijntjes hebben met ons bestuur. We hadden mensen nodig voor ons gemeentelijk informatiesysteem. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen met zo'n compleet team, met verschillende rollen daarin, zo'n onderzoek als dit tot een goede, tot een goed eind kan brengen. En toen we dat team hadden opgesteld, toen was het eigenlijk tijd voor stap 1. We waren op zoek naar een tool, een houvast, om eigenlijk panden als het ware te labelen. Op welke panden moeten we nou ons het als eerste gaan focussen als de politiek aan ons vraagt van kan zoiets ook in Rotterdam gebeuren? Dat is best een ingewikkelde vraag.
Want niet alleen omdat we heel veel gebouwen hebben in Rotterdam, maar ook simpelweg omdat elk gebouw natuurlijk weer anders is. Wij hebben toen samen met een drietal gerenommeerde adviseurs hebben wij een tool ontwikkeld. De Rotterdamse risicotool voor gebouwen en waarbij specifieke aandacht dan wordt gegeven aan die gevel. En nou gelijk mijn nuance helemaal van aan het begin van het verhaal. Deze tool, deze Rotterdamse tool, is eigenlijk de voorloper van hetgeen het ministerie later heeft verspreid door heel Nederland. Het ministerie zat in die periode nadrukkelijk met ons mee te kijken wat we aan het doen waren. En die vonden het eigenlijk wel een goed idee, even plat gezegd. En hebben met kleine punten en commas zijn er nog gewijzigd. Maar daarna is versie 2.0 van dit rapport is feitelijk de versie geworden die u kent. Nou, toen hadden we die tool in onze hand. Wat die tool dus niet zegt is welke gebouwen je überhaupt moet gaan bekijken. Ik weet dat de brief van het ministerie daar wel iets over zegt. Daar hadden wij eigenlijk op dat moment niet zo'n boodschap mee aan, omdat we op dat moment al lang en breed begonnen waren. Wat we in Rotterdam hebben bekeken waren gebouwen hoger dan 100 meter, ongeacht de functie van het gebouw. We hebben gebouwen bekeken met een slaapfunctie. Denk bijvoorbeeld aan woonfunctie en logiefunctie. Zorgfunctie uiteraard ook, hoger dan 40 meter. En specifiek voor de gebouwen met een zorgfunctie zijn we ook wat lagere panden gaan bekijken, namelijk hoger dan 15 meter. Ik weet dat het ministerie adviseert om nog wat meer panden te bekijken. Ik heb hem niet helemaal scherp, maar volgens mij ging die echt vanaf slaapfuncties 13 meter of iets dergelijks, heb ik even niet scherp. Maar wij houden het even bij deze categorieën, omdat simpelweg de werkvoorraad daarmee al voldoende groot is. Wat hebben we gedaan? We hebben op basis van ons gemeentelijke informatiesysteem, wat feitelijk een soort, ja, ziet als een soort Google Maps, met daarin nog veel meer lagen en informatie aan toegekend, hebben wij de gebouwen die dus aan die criteria voldoen, hebben wij er als het ware uitgefilterd. En visueel gemaakt op kaarten. Nou ja, voor wie bekend is in Rotterdam-Zuid, in Rotterdam, die zal zien dat dit dus een stukje Zuid is. Daar helemaal links is de Kuip. En daar zie je dus heel mooi blauwe vlekjes met een nummertje erbij. Die nummer correspondeert met het bouwwerk op de lijst. Maar dit gaf ons wel de mogelijkheid om heel effectief eigenlijk al die gebouwen langs te rijden met de auto. Op het moment dat we ze niet al via Street View bijvoorbeeld hadden bekeken. Want dat is natuurlijk waar we mee begonnen. Het ging om honderden panden, echt ontzettend veel. Die hebben we uiteindelijk niet allemaal bezocht. Want op het moment dat ik in onze eigen Street View zie dat het dit keer een galerij flat betreft, waarbij je de betonnen gevelonderbrekers ziet zitten, waarbij je ziet dat je helemaal links een trappenhuis hebt, helemaal rechts een trappenhuis, nou, dan op het moment dat je die indicatoren al invult in die tool, dan kan misschien de gevel of de achterliggende constructie van die gevel nog zo slecht zijn en daarmee de slechtste score behalen. Uiteindelijk kom je dan toch altijd in het groen of in het geel uit. Dus al die galerijflats, die hebben we bijvoorbeeld gelijk tussenuit kunnen filteren en uiteindelijk dus niet bezocht. Voor ander type bouwwerken was dat natuurlijk lastiger. Op het moment dat ik een hoogbouwcomplex zie, dan is het soms bijster ingewikkeld om te zien hoe die trappenhuizen daar inlopen. Bijvoorbeeld, soms is het zelfs lastig te zien uit welk materiaal het buitenblad van die gevel is opgebouwd. We hebben ons daar wel sterk in vergist, kan ik u vertellen. Zowel ten gunste als ten nadele van de betreffende gevel en dus de risicoscore. En daarom hebben we uiteindelijk ik weet de exacte aantallen niet meer, maar in ieder geval ontzettend veel panden echt fysiek moeten bezoeken om te kijken van ja, hoe zit dat nou hier? En daarbij krijgen we vaak de vraag van joh, maar je hebt toch een archief waar je even in kan kijken? Ja, dat klopt. Alleen de ervaring leert dat als wij langs zo'n pand rijden en we sluipen even met zo'n bewoner die net terugkomt van boodschappen doen,
sluipen we even mee naar binnen. Dat is aanzienlijk sneller en effectiever dan hele dagen in het archief gaan zoeken naar allerlei tekeningen. Bovendien hebben we in Rotterdam de handicap dat we voor hele oude gebouwen überhaupt geen archief meer hebben, omdat die in de Tweede Wereldoorlog zijn vernietigd. Nou, om tafel met de gebouweigenaar. Ja, dat was heel interessant om diverse redenen. Niet eens zozeer alleen vanwege de inhoud van dit onderzoek en het gesprek daarover. Maar ook alleen al om het feit wie je om tafel had. Ik denk dat iedereen zich goed voor kan stellen dat als je met een grote professionele woningcoöperatie aan tafel zit, dat je dan zakelijke gesprekken hebt. En dat die grote coöperaties ook gerenommeerde adviesbureaus in de hand hebben om hun te assisteren bij dit soort ingewikkelde vraagstukken. Wat ook scheelt is bij een grote woningcoöperatie dat je het gesprek maar misschien één keer hoeft te doen voor misschien wel 20 verschillende panden bijvoorbeeld. Dus niet voor elk separaat bouwwerk een specifiek gesprek hoeft te hebben. Je kan als het ware met een massa opdracht kunnen zij hun adviseur op pad sturen. Nou, dat is heel anders dan wanneer je met een VVE, een particuliere VVE, om tafel zit. Daarbij hebben we gemerkt dat bijvoorbeeld de emotie toch ook nog wel eens een rol gaat spelen. Want je gaat toch vertellen, niet dat het gebouw waar je het nu over hebt, dat een gevaarlijk gebouw is. Maar je gaat ze wel zeggen dat ze in de risicovolle categorie zitten. En dat ze om die reden nader onderzoek moeten doen. We hebben echt meegemaakt dat, het werd nog net geen huilen hoor, zo erg was het niet. Maar dat mensen toch wel echt zenuwachtig werden van ja, maar daar slaap ik vanavond weer. En de manier waarop je dan personen benadert is toch een klein beetje anders. En dat vergt veel uitleg, begrip, et cetera. Wat ook altijd interessant is bij zo'n VVE is dat de klusjesman die af en toe het lichtarmatuurtje moet vervangen in zo'n complex nu opeens wordt opgezadeld met een brandveiligheidsvraagstuk. Dan moet je dus al duidelijk gaan maken dat dat waarschijnlijk geen kans van slagen heeft. En dat ze daar een professionele partij voor moeten gaan inhuren. En tot slot, ja, in tegenstelling natuurlijk met die woningcoöperatie gaat het bij zo'n particuliere VVE altijd maar om één gebouw. Of zelfs nog erger, om een gedeelte van een gebouw. Er zijn meerdere hoogbouwcomplexen bijvoorbeeld in Rotterdam. Waar bijvoorbeeld 4 of 5 verschillende VVE's in zitten. Dat maakt een gesprek soms best lastig. Die hebben allemaal hun eigen bestuur, die hebben allemaal hun eigen budget, die hebben allemaal hun eigen belangen. Dan kan onze boodschap wel naar al die VVE's heel eenduidig zijn. Het gesprek wat zij dan op de achtergrond nog met elkaar moeten hebben, kan soms ontzettend veel tijd en afstemming. En dat maakt het complex. Wat je ook ziet, in tegenstelling tot bij woningcoöperaties, hoewel het daar ook niet altijd gelijk supersnel gaat, de actie die aan hun gevraagd wordt, is dat. We hebben bijvoorbeeld echt meegemaakt dat we zeggen van, jullie moeten iets. Daar ga ik zo wel wat over vertellen, over de inhoud van die gesprekken. Maar dat zo'n VVE dan zegt van ja, sorry, we hebben net onze vergadering gehad. Over 11 maanden is de volgende vergadering. Dan gaan we het op de agenda zetten. Ja, met dat soort dingen moet je soms dealen. En ja, dat maakt het wel eens lastig. Dan even sec naar de inhoud van de gesprekken. Hè. Waar hebben we het nou uiteindelijk over? Wat we hebben gedaan in Rotterdam, omdat die voorraad zo groot is. We hebben ons gefocust op de panden in de rode risicocategorie. Dus groen, geel, oranje hebben we in ieder geval voor nu even gelaten wat het is. Bij zo'n gesprek ga je dus uitleggen wat je überhaupt aan het doen bent. Hè? Je doet eigenlijk de introductie ook op basis van Grenfell verhaal. Je gaat uitleggen even plat gezegd, hè, brandklasse B plus brandklasse B is niet altijd brandklasse B. Hè? Dat verhaal wellicht niet onbekend bij jullie.
moet je gaan uitleggen bij zo'n gesprek. We leggen uit bij zo'n gesprek echt in Jip en Janneke taal dat een kleine SBI-test, ik noem het even de scheikundevlam, wat oneerbiedig, dat de scheikundevlam niet overeenkomt met een daadwerkelijke uitslaande woningbrand. Dat dat echt verschillende werelden zijn. En wat je op die manier doet in zo'n overleg is toch een stukje begrip kweken voor hetgeen wat je als gemeente en veiligheidsregio in de stad aan het doen bent. En die uitleg is ook echt belangrijk om pandeigenaren actie te laten ondernemen en daar ook een gevoel bij te geven. In mijn optiek, en ik weet van sommige gemeenten dat dat heeft plaatsgevonden, werd er een brief gestuurd. Ik sla hem even plat nu, een beetje kort gechargeerd. We hebben een grote brand gehad in Londen. U geeft ons misschien niet goed, gaan we onderzoek doen. Nou, in mijn optiek, als je zo'n brief verstuurt, een beetje politieagentachtig, dat heeft in mijn optiek niet de meest gewenste uitkomst qua bereidheid om mee te werken, et cetera. Wat we dan terugkrijgen in zo'n overleg, jullie zien de drie puntjes staan. Iedereen is er altijd over eens dat veiligheid belangrijk is. Iedereen wil een brandveilig gebouw. Nou, daar heb je eigenlijk nooit discussie over. Maar dan gaat het heel snel over geld. Want de VVE had toevallig net een dikke spaarpot gemaakt om de entreehal te wijzigen. Want ja, dat ding is zo oud en lelijk. En daar willen ze toch gaan opwaarderen. Dus er is eigenlijk helemaal geen geld beschikbaar. Ook nog voor het inschakelen van een adviseur. Laat staan voor eventueel de consequenties van wat er uit zo'n onderzoek komt. Dat is altijd lastig. Dus wat we hebben gezien en hebben geprobeerd, en daarom is het ook een project van de lange adem, is dat misschien dit jaar nog niet iets mogelijk is. Hè, want al die budgetten die zijn al helemaal rond en dat kasboek is al afgesloten. Maar misschien dat er volgend jaar wel iets mogelijk is. En het jaar daarna misschien nog wel iets meer. Als je het over dat soort... Als je die kant op gaat met de gesprekken, dan zie je dat er vaak wel niet opeens miljoenen beschikbaar zijn, maar dat er soms wel wat ruimte is om het een en ander te doen. wat we heel vaak merken ook, tweede bullet zegt dat, ik denk dat veel mensen dat zullen herkennen. We moeten altijd goed uitleggen dat het bouwbesluit de absolute ondergrens is voor wat wij maatschappelijk acceptabel veilig vinden. Dus dat het echt de ondergrens is. Iedereen die naar het budget moet kijken, en heel vaak krijgen ook de brandveiligheidsadviseurs, die zijn er heel erg op gefocust om maar het liefst met zo min mogelijk middelen aan het bouwbesluit te voldoen. Dus het bouwbesluit is absoluut geen ondergrens meer geworden, maar het bouwbesluit wordt veel meer als een bovengrens ervaren. Ja, en dat maakt, zeker bij onderwerpen zoals deze, maakt dat het gesprek soms nog lastig. Wat je dan wel kan doen, even heel gekscherend gezegd, wij hebben geconcludeerd dat een bepaalde gevel niet aan brandklasse B voldoet. Hè? Dus samen hebben we gezien van, je voldoet dus niet aan die absolute ondergrens van het bouwbesluit. Dan zijn eigenaren vaak bang van, dan moet ik mijn hele gevel gaan vervangen. Dat kost misschien wel miljoenen euro's van een wat groter gebouw. Daar worden ze angstig van. Dus wat wij doen in die gesprekken is die angst eigenlijk proberen zo snel mogelijk weg te nemen. En vooral heel erg risicogericht te gaan kijken en het gesprek aan te gaan. Dus wat we eigenlijk zeggen tegen zo'n eigenaar is, stel je voor de conclusie is straks dat jouw gevel niet voldoet aan die brandklasse B, dat totaalpakket niet voldoet. Hoe ziet dan een scenario eruit? Hoe ziet dan een brandscenario eruit in specifiek uw gebouw? Ik weet dat Kami, de spreker na mij, nog iets gaat vertellen over het kenmerkenschema. Maar die leggen wij dus ook neer in zo'n gesprek. Wat zijn je gebouwkenmerken? Wat zijn je omgevingskenmerken? Heel belangrijk, wat zijn de menskenmerken van zo'n gebouw? Is het een studentenpand of is het een pand waarin mensen maar moeilijk zelfredzaam zijn? Dat maakt natuurlijk een enorm verschil voor het scenario wat je kan verwachten bij een eventuele brand. En het doel dus van die hele oefening
is dat we uiteindelijk tot een scenario komen die voldoende acceptabel is. Waarbij we in ieder geval kunnen stellen van, nou, dit is in ieder geval geen scenario zoals in Londen heeft plaatsgevonden. Maar even plat gezegd, hier komt iedereen wel veilig buiten. En als je dus uitlegt dat er misschien meerdere wegen naar Rome zijn dan alleen maar het compleet vervangen van je gevel, dan gaan die oren wel open. We hebben bijvoorbeeld een oplossingsrichting gehad waar men ging kijken van, nou, dan gaan we zorgen dat er nog horizontaal van die gevelbrand afgevlucht kan worden door extra compartimentering toe te passen in de gemeenschappelijke verkeersruimtes. Het gaat wat ver om daar nu op in te gaan, maar wat ze feitelijk deden daar was meer tijd kopen om de ontvluchting gedaan te krijgen. Misschien moeten we het trappenhuis, wat in dit geval aan de buitenkant van het gebouw geplakt zit, misschien moeten we die wel op een of andere manier gaan opwaarderen. Is aanzienlijk goedkoper dan de gevel van het hele gebouw gaan opwaarderen. En op die manier kan je dus kijken naar op welke manier, welke voorzieningen kunnen er nou nodig zijn of kunnen bijdragen om in ieder geval tot een acceptabel scenario te komen. Ondanks dat misschien je gevel of onderdelen van die gevel niet aan die regelgeving voldoen. Nou, dan een stukje over de resultaten die wij tot op heden hebben ontvangen. We krijgen rapportages en terugkoppeling werkelijk in allerlei soorten en maten. Gaan we weer. Toch zien we dat veel gebouweigenaren, ingefluisterd door hun adviseur, zeggen van, ja, kijk eens, het is voldoende aannemelijk dat mijn gevel voldoet aan die brandklasse B. Dus beste gemeente, ik ben klaar. Dat klopt, zeggen wij. Strikt juridisch gezien ben je dan ook klaar. Maar goed, we hebben dat startgesprek gehad. Hè, probeer ook eens verder te kijken dan je neus lang is. SBI testen is niet te vergelijken met een uitslaande woningbrand. Dus probeer eens toch eens verder te kijken. Nou, de ene partij doet dat wel, de andere partij doet dat helaas niet. We krijgen ook simpelweg rapporten binnen waarin keihard wordt gesteld. Ja hoor, de gemeente, jullie hebben gelijk. Althans, jullie vermoedens kloppen. Die brandklasse B wordt inderdaad niet behaald. Dan, op het moment dat we zo'n rapport krijgen, ja, dan hebben we natuurlijk sowieso een vervolggesprek. Van wat ga je dan doen? Ga je dan inderdaad zorgen dat die gevel alsnog aan brandklasse B gaat voldoen? Al dan niet door het treffen van firestops. Of misschien moet je je kozijnen wel aanpassen. Misschien is het simpel door beschadigingen in je stuklaag wel te herstellen. Of die onderste bouwlaag alleen even aan te pakken. Ik noem maar wat. Er zijn allerlei verschillende opties. Waar je het over gaat hebben op het moment dat dit de uitkomst is van zo'n rapportage. Gezien de tijd ga ik even doorpraten nog, ga ik wat sneller doorheen. Er zijn helaas relatief weinig gevallen waarbij er direct bovenwettelijk en risicogericht wordt gekeken. Dat vinden we jammer, want daar sturen we wel ontzettend op. We zijn blij met de partijen die dat wel hebben gedaan, maar relatief gezien zijn het er toch weinig. Ja, met name vanwege dat kostenaspect waar toch naar gekeken wordt. Maar goed, ze zijn er wel en daar zijn we natuurlijk blij mee. En ook hierbij is weer de vraag, het scenario wat hier dan ligt, ongeacht of brandklasse B of niet, brandklasse B wel of niet wordt behaald, het scenario wat hier dan ligt, ja, is dat nou het scenario wat we met z'n allen voor ogen hebben, wat wenselijk is? Nou, last but not least hebben we ook rapporten ontvangen, wat eigenlijk simpelweg gewoon opnamerapporten zijn van het bouwwerk, waar we totaal niet naar op zoek waren. En dan wordt die soms helemaal mooi dat er overal aandacht aan is besteed, behalve aan die gevel, precies waar het helemaal om te doen was. Nou ja, als we zo'n rapport binnenkrijgen, dan is er echt iets niet goed gegaan in onze communicatie richting die eigenaar. Of tussen die eigenaar en zijn adviseur, dus dan hebben we dan ook nog wel een gesprek mee. Ook die ontvangen we dus. Zoals gezegd, min of meer afhankelijk van wat er uit zo'n onderzoek komt,
hebben we wel of geen vervolggesprek met zo'n eigenaar. En ja, op het moment dat wij zien dat er iets niet voldoet en die eigenaar wil ook verder helemaal niets meer, ja, dan zouden we uiteindelijk natuurlijk tot een aanschrijving over kunnen gaan. Wat de gemeente Rotterdam met dit hele verhaal gaat doen, met alle kennis, de getallen die we tot nu toe hebben ervaren, ja, dat is nog onduidelijk. We zullen dat op een of andere manier wel een keer gaan teruggeven. Maar het zal u niet verbazen dat we die resultaten eerst met ons eigen bestuur gaan delen, alvorens we dat openbaar gaan maken. Ja, en wat daar verder mee gaat gebeuren en hoe we hiermee verder gaan en of we misschien ook nog naar die oranje categorie gaan kijken, dat is op dit moment nog onduidelijk. Nou, mijn laatste sheet alweer. Weer terug naar die hoofdvraag, hè. Wat is te leren uit de inventarisatie van gevels op basis van het risicomodel? Ja, het zijn misschien ook nog wel wat open deuren. Maar risicogericht kijken is natuurlijk altijd maatwerk. Het ene pand is het andere pand niet. Soms ook wel, maar dan is het gebruik weer een beetje anders. Dan zijn de bewoners anders, dan is de omgeving anders. De bereikbaarheid anders voor de brandweer. Dus ja, het blijft absoluut maatwerk. En ja, wat we daarbij zien en ervaren is dat ja, eigenlijk het gebrek aan regelgeving, dat soms bovenwettelijk ook risicogericht kijken, dat soms ook wel als lastig wordt te ervaren. Want nou, we hebben letterlijk een coöperatie gehad aan tafel die zei tegen ons van ja, maar wacht even, wat jullie nu aan ons vragen. Vragen jullie dat dan ook aan onze concurrenten? Ja, dan zeggen we natuurlijk volmondig ja, en dat is ook zo. Maar dan merk je toch dat zij heel duidelijk op één lijn allemaal gelijk behandeld willen worden. Nou, regels zijn natuurlijk daar ontzettend makkelijk voor, want dat staat gewoon zwart op wit, daar moet je aan voldoen. Dat is voor iedereen helder en transparant. Bij het risicogerichte kijken ja, wordt dat toch lastiger. En ja, dat worden ze ervaren. Nou, het staat hier als grijs, onduidelijk speelveld. Ja, dat hebben we bij meerdere partijen, ook grote partijen, ook gerenommeerde grote adviesbureaus, hebben we gezien dat men daar moeite mee heeft. Ja, en ik zal niet ontkennen dat dat ook gewoon lastig is, absoluut. Dat is ook een ingewikkeld onderwerp. Nou, hier wilde ik alweer mee afsluiten. Ik zie ook dat ik mooi net binnen mijn tijd ben gebleven. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Dankjewel, Victor. Ja, dat was een uitgebreide presentatie over de risico's. Er zijn ook heel veel vragen binnengekomen. Ik moet me nu al verontschuldigen dat we niet alle vragen heel gedetailleerd kunnen beantwoorden in het webinar. Ik zal er een paar uitkiezen die we wel kunnen behandelen. En eentje was van tevoren ingediend. En die vraag is: weet de gebouweigenaar wel dat hij zij persoonlijk aansprakelijk is? Victor, hoe is jouw ervaring daarmee? Nou, het grappige antwoord is dat op het moment dat hij bij ons de kamer uitgaat, dan weet hij dat. Maar de ervaring leert en dan gaat het. Ja, dan zie je toch weer dat onderscheid tussen ja, die zakelijke coöperaties, hè, de professionals noem ik het maar even, en de particuliere VVE's. Dat verschil is groot. Als je benoemt in zo'n gesprek bij zo'n particuliere VVE dat. Dat zij zelf eindverantwoordelijk zijn om ja, in ieder geval tenminste aan het bouwbesluit te voldoen. En dat niet per se bij de overheid ligt. Ja, soms schrikken ze dan wel even, want heel vaak is de reactie van ja, maar vorig jaar is de brandweer langs geweest en die heeft gezien dat de brandslangenspoor goed was en dat de vluchtdeur goed was. Dus dan is de brandweer toch ook mede verantwoordelijk. Ja, dat soort gesprekken krijg je dan en dan moet je ze wel even duidelijk op hun rol wijzen. Dus nee, in basis weten ze het niet allemaal, maar na de gesprekken met ons weten ze het absoluut. Oké, dankjewel Victor. Dan was er nog een vraag en ik moet even kiezen welke we aan de handen gaan nemen. Maar ik vond deze wel een hele openbaar, of niet, een goede vraag. Niks nadelen van andere vragen. Maar
betrekken jullie ook de bewoners bij zo'n onderzoek? Informeert de gemeente de bewoners van een pand? Nee, dat doen wij niet. Dat doen wij niet omdat wij dat niet onze rol vinden. Het wordt natuurlijk een ander verhaal wanneer je met een particuliere VVE aan tafel zit. Want dan is de voorzitter van die VVE en die technische man en die betrokkenen. Die zijn vaak tevens bewoner van dat pand. Maar de verdere communicatie naar overige bewoners. Of in het geval van coöperaties. Communicatie richting de bewoners, dat laten wij echt aan de eigenaar zelf. De eigenaar van het gebouw is ons aanspreekpunt. Daar doen we even een beetje zakelijk gezegd, ja, daar doen we de zaken mee. En wij zien het in Rotterdam niet als onze taak om bewoners daarover te informeren. Dat is misschien ook niet altijd heel juist om dat wel te gaan doen. Omdat wij enerzijds natuurlijk ook zeggen van joh, je bent zelf verantwoordelijk. En dan zou het raar zijn dat we zeggen van ja, jij bent verantwoordelijk, maar wij gaan tegen jullie bewoners zeggen dat het allemaal niet op orde is. Dus nee, dat is niet onze rol en dat doen we dus ook niet. Dankjewel, Victor. Ik denk duidelijke beantwoording. Wat mij in ieder geval is bijgebleven dat er ook gevraagd is om oplossing van allerlei grijze gebieden. Daar gaan we nog op terugkomen in de komende presentaties. En zeker in degene die nu gaat volgen. Dat is namelijk Kami Jawedani van Veiligheidsregio Haaglanden. En hij gaat ons meenemen in waarom risicogericht denken als het gaat om brandveiligheid van de gevel. En waar zitten de uitdagingen voor gebouweigenaar, adviseur, gemeente en brandweer? Kami, wij zijn een en al oor voor wat jij hierover wil gaan vertellen. Goedemiddag allemaal. Bedankt Leo voor de introductie. Ik ben Kami Jawedani, adviseur objectveiligheid bij afdeling risicobeheersing, Veiligheidsregio Haaglanden. Sinds de Grenfell Tower ramp vertegenwoordig ik Brandweer Nederland bij werkcommissie brandveiligheid gevels. Mijn presentatie gaat over brandveiligheid gevels, maar met name hoe we anders moeten omgaan met risico's. Risicogerichte advisering, zoals we dat noemen. Onderwerpen die ik ga behandelen, in ieder geval wat onze primaire taak is bij risicobeheersing. Daarnaast ga ik snel over naar waarom en wanneer we risicogericht brandveiligheid moeten toepassen. Ik zoom in de wettelijke eisen in het geval van gevels en hoe we ze moeten beoordelen. Wat we in ieder geval tot nu toe weten, hoe we verder gaan aan. Ik ga het ook voornamelijk hebben over de risicogerichte aanpak van brandveiligheid van brandbare gevels. Hoe wij het in ieder geval bij Veiligheidsregio Haaglanden geborgd hebben. Onze primaire taak bij risicobeheersing: voorkomen, beperken van branden, rampen of crisis en ondersteuning bij de bestrijding. Wij geven advies op fysieke veiligheid, we houden toezicht op brandveiligheid en wij informeren over brandveiligheid. Dat doen we door brandveilig leven. Nou, waarom risicogericht brandveiligheid? Al sinds 2010 is er een verschuiving gaande waarbij risicobeheersing eigenlijk de nieuwe term van brandpreventie werd. Toch zijn er een aantal hardnekkige misverstanden bestaan over dit beheersen van risico's. Belangrijk is wellicht dat we met regels het beste risico's kunnen beheersen. Ik heb hier twee artikels geplaatst. Eentje is een parkeergarage in Haarlem, Apelaar. 2010, 26 auto's uitgebrand, 275 auto's schade opgelopen. De garage was 7 maanden dicht.
nou, totale schade geraamd zo'n 2,5 tot 3 miljoen euro. Kami, even één korte vraag. Zou je iets meer in de microfoon willen praten? Verzoek van een van de toren. Beter, dankjewel. Okay. Andere plaatje die ik in ieder geval hier geplaatst heb, ander artikeltje, gaat over de psychiatrische instelling, Oesgeest, Rivierduinen. Daarbij vielen 3 doden, aan volgens mij 3 gewonden. Wat wel grappig is, dat de onderzoeksraad van veiligheid, die heeft onderzoek gedaan naar beide branden in dit geval. En de conclusies waren duidelijk. Rivierduinen voldeed aan alle wettelijke eisen op het gebied van brandveiligheid. Technische installaties waren in orde. Bedrijfshulpverleners die trainden jaarlijks. Ja, toch met fatale gevolgen. Dus met regels kunnen we niet het beste de risico's beheersen. In het verlengde daarvan moet ook bedacht worden dat nooit alle risico's beheerst kunnen worden. Het is simpelweg onwerkbaar en te kostbaar. Er is altijd risico op brand, er is altijd risico op schade en op slachtoffers. Volgende misverstand is dat de overheid de veiligheid moet organiseren en afdwingen. Gelukkig is in de afgelopen periode wel een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling vastgesteld. Eigenaar en gebruikers zijn primair verantwoordelijk. Toch ja, wordt het vaak veel geleund op de kaderstellingen van de overheid. Ja, vertelt u ons maar wat wij moeten doen. Hier is natuurlijk heel veel winst te behalen. De eigenaars en gebruikers moeten zelf beseffen dat zij zelf de lat bepalen. Tot slot, de vergelijking risico is kansmal effect. Dat vinden wij een te gevaarlijke uitpakking. Risico's zijn divers. Er moet een bredere perspectief worden bekeken. Denk aan sociaal, economisch, maatschappelijk en bestuurlijke risico's. Die zijn niet altijd tegen elkaar weg te strepen. Dit kunnen we wel wegstrepen, in ieder geval. Wanneer gaan we risicogericht adviseren? Eigenlijk overal waar wij constateren dat de huidige regelgeving de risico's niet of onvoldoende dekt. Denk hierbij aan ouderen, aan andere hulpbehoevenden. We wonen steeds langer thuis. Woningen worden niet aangepast aan de extra veiligheidsbehoeften. Regelgeving blijft uit. Sinds 2006 roept de brandweer al om meer regels van dit soort woningen. Maar dat hebben wij nog steeds niet. Ik weet niet waarom. Maar in ieder geval, tot die tijd moeten we risicogericht blijven adviseren aan maatwerk leveren. Dat doen we ook bij energietransitie. Misschien wel de grootste opdracht van onze generatie. Er zijn heel veel onbekende risico's. Denk aan elektrische auto's, denk aan buurtbatterijen, denk aan zonnepanelen. Daar werd ook een vraag net gesteld erover, volgens mij. Maar denk ook aan na-isoleren van de gevels. Vroeger ja, heel veel woningen steenachtige buitenblad. En dat gaan we nu na-isoleren met brandbare materialen. Om in ieder geval aan de energieprestatie-eisen te voldoen. Maar dat brengt wel onbekende risico's met zich mee. En dat moeten we wel begrijpen, besef van hebben en in ieder geval iets mee doen. Goed, even terug naar het onderwerp van vandaag. Brandgevaarlijke gevels. Kan dit ook in Nederland gebeuren? Nou, erg actueel is het niet meer. Inmiddels 3 jaar geleden. Grenfell Tower, 2017, 14 juni. 72 doden, 70 gewonden. En gelijk de dag daarna werd de logische vraag gesteld voor jou. Kan dit ook in Nederland gebeuren? Of kan dit ook in de mooiste stad van Nederland gebeuren? Of dan? Daar woon ik namelijk. Brandgevaarlijke gevels. Dat was in ieder geval de term die heel snel geroepen werd. Ik heb het niet voor niks tussen de haakjes gezet.
De vraag die ik eigenlijk hier wil stellen was of de scenario Grenfell wel helemaal toe te schrijven was aan de gevelconstructie. De gevelconstructie gaf wel een onverwachte brandverloop. Maar het rampscenario was ook mede ingegeven door slechte compartimentering, brokverspreiding naar vluchtroutes. Het SP-poetscenario, dat zien we hier in het midden, de foto, dat er is een SP-poetspolicy. Dus dat je dus in je woning moet blijven. En dat werd voor een lange tijd geïnstrueerd door de hulpdiensten. Dus nogmaals de vraag, was de Grenfell Tower helemaal toe te schrijven aan een brandgevaarlijke gevel? Goed, om daar in ieder geval een antwoord op te kunnen geven, moeten we wel wat dieper met materie in, zeg maar. We moeten kijken, kan dit ook in Nederland gebeuren? Nou, wat zijn de wettelijke eisen in Nederland? De wettelijke eisen worden bepaald door afdeling 9 en 10 van bouwbesluit. Het gaat over het beperken van ontwikkeling van brand en beperken van uitbreiding van brand. Vanuit 2.9, beperking van ontwikkeling van brand, is het best wel simpel. Er staat in bouwbesluit dat je de eerste 2,5 meter een brandklasse B moet hebben. Daarna een brandklasse D tot 13 meter en boven de 13 meter weer brandklasse B. Even simpel uitleggen. Maar er is nog een eis en die wordt indirect aangestuurd vanuit 2.10. Omdat de branduitbreiding die wordt bepaald van de NEN 6068. En daarin staat dat tussen twee brandcompartimenten, wanneer gevelopeningen in zitten, altijd brandklasse B geldt. Wat is nou brandklasse B en hoe wordt het bepaald? Dat wordt bepaald door een SPI-test, een Single Burning Item Test, zoals het heet. En het materiaal die wordt blootgesteld, het materiaal die getest moet worden, component die getest moet worden, wordt blootgesteld aan een gasbrander met een brandvermogen van 30 kilowatt. Wat overeenkomt met een brandende prullenbak. Zo'n testopstelling is 1,5 meter bij 1,5 meter in een hoek. En tijdens de test worden metingen gedaan, bijvoorbeeld naar de snelheid van de brandontwikkeling, de toename van de brandvermogen en de hoeveelheid vrijkomende energie. Gedurende de eerste 10 minuten, maar dat gaat volgens mij Harm Leenders van Thuis wel dieper op in. In ieder geval, zo wordt het getest. En daaruit volgt een. Daarna wordt het product geclassificeerd A1 tot en met F. F is niet getest, A1 is onbrandbaar. Volgens mij wordt het ook niet volgens de SPI bepaald. In ieder geval A2 tot en met E kan volgens mij getest worden. Maar er komen nog meer dingen kijken bij zo'n beoordeling. Dus we hebben het even over brandvoortplanting en brandwerendheid te maken. Brandvoortplanting vanuit 2.9, in ieder geval brandklasse B of D. Maar er zijn ook natuurlijk de eisen vanuit branduitbreiding. Wat we moeten realiseren is dat de eisen gesteld worden vanuit 2.9 aan de gehele gevelconstructie. Maar zo wordt het bijna nooit getest. Gehele gevelconstructie iedere producent test natuurlijk zijn eigen materiaal. Maar we moeten een oordeel doen over de gehele gevelconstructie. Dat kun je doen door middel van een deskundigheidsverklaring. Dus in ieder geval iemand laten, een deskundige laten verklaren dat de gevel voldoet aan brandklasse B. Maar er is nergens in de wet bepaald wie deskundig genoeg is om dat te kunnen doen. Je kunt het doen aan de hand van de componenten. Stel dat we dus alleen maar onbrandbare materialen in de gevel hebben, dan kun je wel de uitkomst verwachten dat het totale gevelconstructie ook een hoge brandklasse haalt. Er zijn een aantal vuistregels. Een van de bekendste is B++++B. Dat is dus geen B. En dat heeft
puur te maken met het, de hoeveelheid vrijkomende energie, zeg maar. Hè? Dus als er één product voldoet aan brandklasse B, omdat het hoeveelheid vrijkomende energie laag is. Lager is dan een bepaald getal. Nou, als je twee componenten bij elkaar toevoegt, of drie componenten bij elkaar toevoegt, dan kan die hoeveelheid wel meer worden en dus niet meer voldoen aan brandklasse B. Ik denk dat Harm daar ook verder op ingaat. En er zijn een aantal trajecten die we moeten beoordelen. Een van de eisen vanuit 6068 is dat je dus alle branduitbreidingstrajecten moet onderzoeken. We kijken hier naar een plaatje, even voor de kennis, in ieder geval een brandscheiding tussen twee woningen. Rechts heb ik een woning, rechts onder heb ik een woning en rechtsboven heb ik een woning. Twee verschillende compartimenten. De vloer is 60 minuten brandweerend. Maar we hebben nog een gevel ervoor hangen en daar zijn een aantal branduitbreidingstrajecten daar te onderzoeken. Eén is via in dit geval een HSP element. Dat is de meest rechtse lijn, rechtse groene area, meest rechte lijn, groen. We hebben een branduitbreidingstraject of brandoverslagtraject, dat is de meest linkse lijn, via de buitenlucht. Maar wat we hier zien, en dat is ook eigenlijk de zwakste schakel in dit detail, is een branduitbreidingstraject via de spouw. En dat loopt dus, dan hebben we een uitslaande brand. Die dus de spouw inschiet en vervolgens nergens meer onderbroken wordt en zo de andere woning kan inschieten. Dus de trajecten van branduitbreiding zijn zeer belangrijk om in ieder geval een geveldetail te kunnen beoordelen. Nou, wat is nog meer belangrijk? In ieder geval dat de buitenoppervlak brandklasse B moet zijn. Of van 6068 als het tussen twee brandcompartimenten gaat met gevelopeningen erin. Maar wat ook belangrijk is, zijn de effecten van een geventileerde spouw. Dat zien we hier rechts. Een vlam die in een geventileerde spouw komt, die kan 10 tot 15 keer hoger worden dan wanneer die uitslaat is. Zo kan je dus twee, drie verdiepingen eventueel tegelijkertijd aanvallen. Die effecten zijn ook natuurlijk te verminderen. Hè? Dus als je de spouw ergens onderbreekt, ook al is het door middel van een stalen zetwerk, dan kun je die thermiek in ieder geval tegengaan. Andere belangrijke factor, dat kun je bij het ontwerp al doen, hè? Dat is de gevelindeling. Dat zien we hier links, een gevel, eventueel brandbare gevel, maar het wordt wel netjes onderbroken elke keer door raampartijen. Dat betekent dat in dit geval gevel in ieder geval weinig invloed heeft op de totale brandveiligheidsconcept. Detaillering, erg belangrijk. 6068 zegt dat er buitenkant brandklasse B moet zijn, de buitenoppervlak, maar dat er geen brand in de spouw mag komen. En als die in de spouw komt, mag die de spouw niet uit. Dus het mag niet, de brand mag zich niet uitbreiden naar een andere brandcompartiment. Dus in detaillering is heel veel winst te halen. Het toepassen van een steenachtige doorvel in plaats van een aluminium doorvel kan al een positief effect hebben op de brandveiligheid. Of het toepassen van houten kozijnen in plaats van kunststof kozijnen. Last but not least is de uitvoering natuurlijk. We kunnen het allemaal zo mooi bedenken en op papier zetten, maar het moet natuurlijk wel uitgevoerd worden. Te maken met de rol van de in ieder geval commerciële bouwwereld. Het moet natuurlijk, de commerciële bouwwereld wil in ieder geval dat het zo snel mogelijk gebouwd wordt en zo goedkoop mogelijk gebouwd wordt. En zo licht mogelijk gebouwd wordt. Dus wijzigingen op het laatste moment vinden plaats, terwijl misschien wel het detail van tevoren goed bedacht is.
maar uiteindelijk toch niet het gewenste resultaat bereikt. Wat we ook in ieder geval weten, dat is het feit dat brandklasse B niets zegt over het gedrag van de gevel bij een compartimentsbrand en uitspannende vlammen. Er wordt geen rekening gehouden met brandvermogen, waar een gevelconstructie bij een echte brand aan wordt blootgesteld. Een echte brand belast de gevel in ieder geval wel zwaarder over een grotere oppervlak en ook voor veel langere duur dan die 15 minuten waarop. Goed, hoe nu verder? Inventarisatietool, risicotool, in ieder geval door het ministerie van BZK vrijgegeven. Het is inderdaad geen opdracht, maar het is een verzoek aan alle gemeentes om de meest risicovolle gebouwen in kaart te brengen. De Europese Commissie heeft de opdracht gegeven in ieder geval voor een nieuwe grootschalige testmethode. Deze testmethode moet in ieder geval door alle Europese landen geaccordeerd worden. Dus dat kan nog een aantal jaren duren voordat die er is. Nou, wat moeten we doen? Moeten we fout blijven bouwen, hè? Of kunnen we naar een tijdelijke testmethode? Daar zijn we in ieder geval volop aan het discussiëren. En ja, wellicht komt er een tijdelijke testmethode tot in afwachting tot grote Europese, of in ieder geval Europese grootschalige testmethode. Wat we nog meer aan het doen zijn, is in ieder geval verduidelijking van de regels. In de PPL, maar ook in de NEN, komt daar in ieder geval een verduidelijking over. En daar gaat Gert straks wat verder op in. En wat we toch blijven doen, waar regelgeving tekortschiet, risicogericht adviseren. We proberen vroeg aan tafel te zitten en in ieder geval de risico's te verminderen. Hoe hebben we dat gedaan bij Veiligheidsregio Haaglanden? We hebben in ieder geval voor aanvullende kennis en kunde op dit gebied gezorgd. Dat kennis zetten we in bij toetsing van bouwaanvragen. Waarbij we versterkt letten op die bouwkundige details. Bij die bouwwerken waar gevel van grote belang kan zijn. Voor instandhouding van de brandveiligheidsfilosofie, zeg maar. In samenwerking met toezichthouders van gemeente Den Haag, maar ook eigenlijk alle 9 gemeentes van Veiligheidsregio Haaglanden. Doen we deze kennis inzetten bij controles in de realisatiefase. Zodat ook wordt gebouwd zoals die ooit is verzonnen. Bij periodieke inspecties letten we ook op buitenzijde van het gebouw. En via Brandveilig Leven, via het programma Brandveilig Leven van de brandweer, komen we ook in contact met woningbouwcoöperaties. Waar we samen mee werken om veiligheid van panden te vergroten. En we kunnen ze hierbij ondersteunen om onze expertise, als er daar vragen op zijn, dan eventueel aan te dringen op een plan van aanpak. Risicogericht de aanpak van brandveiligheidgevers. Hoe doen we dat dan? Wij beoordelen de totale brandveiligheidsconcept. En dat doen we. Dan maken we gebruik van het kenmerkenschema. Dat is misschien voor de kenners bekend dat de totale mate van brandveiligheid niet bepaald wordt door één ding. Het wordt bepaald door een aantal kenmerken. Dat zijn de menskenmerken, dat zijn de brandkenmerken, dat zijn de gebouwkenmerken, dat zijn de omgevingskenmerken, maar ook de interventiekenmerken, hoe de brand hier optreedt. En om risicogericht te kunnen adviseren, moet er wel in ieder geval een maatgevende scenario gekozen worden. Dat maatgevende scenario, dat schetsen wij aan de hand van de kenmerken. En we komen tot de conclusie, of in ieder geval we komen tot het feit dat we zeggen van oké, of het voldoet, of het voldoet niet. Maar als het voldoet, omdat we weten dat brandklasse B
een prullenbakbrand betreft en dus niet representatief is voor een gevelbrand, ja, dan zijn er toch nog steeds resterende veiligheidsrisico's. En dit moeten we natuurlijk benoemen. Risicodragers moeten in ieder geval weten dat er resterende veiligheidsrisico's zijn die dus niet gedekt worden door de regelgeving. En wij adviseren op aanvullende maatregelen. En die aanvullende maatregelen kunnen van ja, detailverbeteringen zijn tot kunnen detailverbeteringen zijn, maar ja, er kunnen ook dingen zijn die achter de gevel moeten gebeuren om de brandveiligheid te waarborgen. Goed, wat we in ieder geval veranderd hebben, in ieder geval niet langer alleen een technische juridische toets van het waterbestrijd of andere normatieve documenten. Bij de VRA hebben we onze advies uitgebreid met maatwerkadvies over de brandveiligheidsrisico's. Het richt zich op aanpassingen die noodzakelijk zijn om het risico dat blijft bestaan na het voldoen aan de regelgeving af te dekken. En niet om hogere eisen te stellen dan waterbestrijd, maar om te komen tot een acceptabele niveau van brandveiligheid. We zetten professioneel in op beheersbare risico's. Bouwwerken in een hogere risicocategorie krijgen ook meer aandacht. En die aandacht gaat dan ook naar risico's die te beïnvloeden zijn. Soms gericht op oorzaken, maar soms gericht op effecten. Veel energie wordt ingezet op risicobeïnvloeding. De sleutel om veiligheid te verhogen is door de betrokken partijen te laten zien welke risico's er overblijven en hoe ze deze kunnen minderen. En soms moeten we hiervoor ja, andere partijen in de discussie bij betrekken. Nou, risico's, kansen van effecten. Ja, ja, immers risico's kijken we ook, ja, moeten we ook breder bekijken. Het liefst met een all-hazard benadering. Waar we naast brandveiligheid ook waterveiligheid, industriële veiligheid, verkeer, vervoer, gezondheid. Aan de continuïteit van de vitale infrastructuur mee moeten wegen. Integrale benadering van brandveiligheid dus. Tot slot. Informatiegestuurde risicoafweging is van belang. Duiden van risico's gaan alleen op basis van informatie over oorzaken van die risico's. Met halve informatie kun je ook halve risicoafweging maken. Dus kennis is de sleutel van een ja, succesvolle inzet op risico's. Landelijk en regionaal zijn diverse initiatieven die leiden tot het verhogen van kennisniveau. Waarbij ja, dit van BBN. Ik ben door mijn presentatie heen. Ik bedank jullie voor jullie aandacht. En als er vragen zijn, hoor ik ze graag. Dankjewel, Kami. Voor jouw ja, kijkje in de keuken, zullen we maar zeggen, van hoe je omgaat met het risico. Gericht bezien van de brandveiligheid. Als het gaat om brandveiligheid van gevels, dan doet heel vaak de volgende vraag op, en die hebben we ook van tevoren al toegestuurd gekregen. En die luidt: wat is grenzend aan de buitenlucht? Kun jij daar iets over vertellen? Nou, ik hoopte eigenlijk dat mijn presentatie een duidelijke antwoord gaf op het feit dat we niet zozeer moeten kijken naar de terminologie van bouwbesluit. Van joh, wat is grenzen aan de buitenlucht? Het maakt me niet uit wat grenzen aan de buitenlucht. Mij gaat het om dat er geen branduitbreiding plaatsvindt van de ene woning naar de andere woning binnen een bepaalde tijd. En wat we daarvoor moeten doen is alle branduitbreidingstrajecten onderzoeken. Niet alleen wat aan de buitenlucht grenst, ook niet alleen de binnenlucht grenst. Dus ja, niet belangrijk. Oké. Dankjewel, Kami. Dus zorg dat je voldoet aan tenminste de functionele eis. Dat concludeer ik dan maar uit wat jij gezegd hebt.
En een vraag die ik net ook aan Vector stelde, van of informeren jullie de bewoners ook? Of wij de bewoners informeren? Kijk, als wij een adviesaanvraag binnenkrijgen, dan geven we daar een eerlijk advies op. En dat advies is nogmaals en risicogericht en regelgericht. Het risicogerichte advies, dat wordt in ieder geval opgenomen in het besluit. Stel dus dat er een vergunning verleend wordt, wordt onze advies, of het nou negatief is of positief, wordt meegenomen in het besluit. En ja, het besluit is natuurlijk openbaar, dus daar kunnen de bewoners in kijken en in ieder geval weten waar ze in gaan wonen. Dus ja, indirect. Oké, dankjewel. Dus nou ja, ik denk dat de bewoners, voor zover ze meeluisteren, we hebben een aantal VVE's die meeluisteren, ook architecten en ook adviseurs. Dus de adviezen zijn openbaar van de brandweer, blijkbaar. In ieder geval in de regio Haaglanden. Ik weet niet hoe dat is bij andere regio's. Adviezen zijn niet openbaar. Advies wordt opgenomen in het besluit. Dat is, een besluit is openbaar. Oké. Dank voor deze precisering. En dan nog een vraag. Wat zijn de top 5 maatregelen bij bestaande bouw om effecten van gevelbranden te minimaliseren? Wat is jouw idee daarover? Ja, dat is een lastige vraag, Leo. Het blijft maatwerk. Wat bij de ene gebouw de veiligheid kan verhogen, hoeft bij de andere gebouw de veiligheid niet te verhogen. Soms zit het in hele kleine dingetjes, detailverbeteringen. Denk aan stalen zetwerk in je gevelspaal om de thermiek zeg maar te verminderen. Denk aan het aanpassen van de materialisatie van de gevel of van de kozijnen. Een stenenachtige doorval die kan al heel veel betekenen in het stoppen van uitbreiding van brand. Maar soms zit het oplossing niet in de gevel zelf, maar in wat erachter zit. Kunnen we niet de veiligheid verbeteren? Kunnen we niet daarachter iets doen om de totale brandveiligheidskosten van dat gebouw beter te krijgen? En de risico's te minimaliseren in ieder geval. Oké, dankjewel Kami voor beantwoording van al deze vragen. Gaan we toe naar Harm Leenders, die ons meer gaat vertellen over hoe dat dan is als je in een testlab zaken ook destructief gaat testen. Altijd heel indrukwekkend om te zien. En ik heb een klein stukje van de presentatie van Harm ook mogen zien. Dus we gaan ook wat voorbeelden zien van hoe dat ook in de praktijk werkt. Dus ik ga u niet langer laten wachten. We gaan door naar Harm Leenders. Goedemiddag allemaal. Ik zal even mijn presentatie delen met jullie. Ja, als het goed is, is die nu zichtbaar. Ja. Welkom. Mijn presentatie. Ik was net al voorgesteld door Leo. Dankjewel Leo dat je me zo aankondigt. En leuk dat we met meer dan 200 mensen hier zitten. Vanmiddag in de virtuele zaal. We noemen dat de zaal vol. Ik ben werkzaam bij het Peuts Laboratorium voor Brandveiligheid. We zitten in Molu bij Nijmegen. En binnen het lab voeren wij testen uit. Drie verschillende soorten aan essentiële veiligheidskenmerken binnen de bouwkundige brandveiligheid. Dat is de brandwerendheid, misschien de meest bekende, het brandgedrag, net al besproken. En een rookwerendheid, en die laatste die laten we vandaag even buiten beschouwing, maar over de eerste twee zal ik vandaag uitgebreid gaan spreken. Waar wil ik het vandaag over hebben? Geveltesten in Europa, even kort. Is al natuurlijk al uitgebreid besproken in de vorige webinars van BBN. Wat doen wij in Nederland?
hoe voeren wij die brandtesten uit? En ik heb een aantal klanten van ons benaderd met de vraag van, nou, mogen we wat laten zien bij dit webinar? En ik heb 3 hot items eruit gepakt. Er zijn er natuurlijk meer. Maar veel voorkomt houtskeletbouwgevels, houten gevelbekleding en prefab geïsoleerde gevelelementen. Die zijn dan met name om bestaande panden na te isoleren. En ik ga er naar de hand een voorzichtige conclusie aan koppelen. Wat doen we in Europa? Dit zijn wel bekende plaatjes bij jullie. Binnen Europa doen we dit soort testen nog niet gezamenlijk. Ieder land heeft zijn eigen testmethode. Dat zijn er een stuk of 10, zelfs meer dan 10. De meest bekende zijn natuurlijk de Engelse, de Franse en de Duitse. En in Nederland hebben wij de test, de SBI-test aangewezen. Hè? De brandklasse bepaling aangewezen voor de buitenkant van de gevel. Er zit een groot verschil tussen. Daar ga ik vandaag ook niet al te veel op in. Maar het verschil zit tussen 8 meter en 1,5 meter en 3,5 megawatt en 30 kilowatt. En daar zit van alles tussen. Maar daar moeten wij het mee doen, met de kleine testen. Dus wij testen in Nederland in principe op kleine schaal, met een laag vermogen. Dus voor ons is het extra belangrijk om risicogericht de mogelijke brandtrajecten van een gevel te onderzoeken. En dan is met zo'n test best een goede testcyclus te realiseren. Wat doen we in Nederland? Via bouwbesluit 2 eigenlijke eisen. Brandklasse, dus brandklasse B of D, maar eigenlijk meestal brandklasse B. Bepalen van zo'n brandklasse B wordt vaak gesproken over de SBI-test. Maar er is nog een testje meer die je moet doen om een brandklasse B te kunnen declareren en een brandklasse D ook. De eis is gesteld aan geveldelen in contact met de buitenlucht. Maar daar is bij gevels natuurlijk altijd een risicobenadering aan te bevelen. Dus ja, wat is dan de buitenlucht? Is dat ook het spoutje achter de gevel? En dan hebben we natuurlijk de brandwerendheid van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. 30 of 60 minuten, EI of EW zijn allemaal termen die jullie wel bekend. En de vertaling van naar de WBDBO, naar brandweerendheid via de 6069. En vandaag hebben we het vooral over van de WBDBO, de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Hebben we het vandaag vooral over de eerste 3 letters, de branddoorslag. Heel simpel gezegd, hier op Jannekentaal. De eerste is hoe brandbaar is het materiaal en de tweede is hoe lang wordt een brand tegengehouden. Bovenste de brandklasse, dat drukken we uit in, dat gaat om energieinhoud, hoe snel komt dat vrij. En de onderste is vooral hoe lang, dus in minuten, hoe lang houdt een brand, wordt een brand tegengehouden door een bepaalde constructie. Vandaag hebben we het over gevels, maar dat kan ieder ander soort constructie zijn. Maar waar moeten we dan extra op letten? Gaat de spouwen schoorsteen dienen? Is natuurlijk de meest bekende. En de meest, echt een belangrijk aandachtspunt. Gezamenlijk kijken naar brandgedrag en brandwerendheid. Ik zal dadelijk 3 casussen behandelen waarbij we een paar leuke projecten zien. Waarbij het eigenlijk toch samenkomt, brandgedrag en brandwerendheid. En met name brandgedrag is moeilijk voorspelbaar. Als je kijkt naar brandwerendheid, is vaak brandwerendheid in minuten nog wel te benaderen. Van oké, je maakt de constructie wat zwaarder, een extra gipsplaat, steenwol in plaats van glaswol, dat soort dingen. Daar wordt een brandwerendheid beter van. Met brandgedrag is die voorspelling niet of nauwelijks te maken, of in ieder geval heel moeilijk. Ander soort materiaal kun je gewoon in een andere brandklasse terechtkomen. En die brandklasse is wel degelijk een eis binnen bouwbesluit. Dus de details zijn belangrijker dan dat je soms denkt. B en D zijn natuurlijk, zoals Kami net al besproken heeft, de eis waar wij mee spelen met betrekking tot gevels. Er zijn 2 testen, de SBI en de Small Flame.
Even wat facts over de SBI. Dat is eigenlijk de single burn-up item test. Twee vleugels, 30 kilowatt. Een testje die duurt 20 minuten. Wij analyseren allerlei zaken binnen zo'n test. En we beoordelen de zijdelingse vlamuitbreiding en brandende deeltjes. Nou, die brandende deeltjes zijn vooral belangrijk natuurlijk voor binnen toepassing. Als we kijken naar gevels, zonder de andere criteria even helemaal weg te zetten, zijn er wel een paar belangrijke. Eén is de FIGRA, dus de ontwikkeling van de brand in watt per seconde. Hoe snel ontwikkelt die zich op het oppervlak van zo'n gevel? Hoeveel energie komt er bij vrij? In megajoule. Het bijzondere daarvan is dat bekijken we over de eerste 10 minuten van die brand. En TAR 600 seconden. En een bevlamming duurt dus 20 minuten. Dus een totale test duurt 20 minuten. Maar we kijken met de vrijgekomen energie naar de eerste 10. Dus het gaat echt om een beginnende brand. Als de SBI-test, of in ieder geval de SBI-test, is samen te zien met de Small Flame Test. Dat is eigenlijk maar een heel klein testje. Die is met name voor brandklasse E. Maar bij brandklasse B tot en met D is die ook onderdeel van het testplan. Er is eigenlijk maar één belangrijke eis. Dat is 150 mm uitbreiding op het proefstuk. Dat is eigenlijk meer de flame spread, zeg maar, op je product. Die staan binnen de... Een brandklasse wordt vaak gezegd, er wordt een SBI-test gedaan. Maar uiteindelijk spreekt men eigenlijk over een klassificatie volgens 13501-1. En dat is de brandklasse klassificatie standaard. Bij B kijken we naar een FIGRA, dat had ik net al over gehad. Dat is 120 watt per seconde. En een TAR van 7,5 megajoule. En bij brandklasse D kijken we niet naar de vrijgekomen energie. Hè. Dat ding mag in principe gewoon branden. We kijken alleen maar naar de brandversnelling, hè, de branduitbreiding in watt per seconde. En bij beide klassen zie je nog die lateral of die flame spread van de ISO van de 11925, de small flame. 7,5 megajoule, circa heb ik er even bij gezet, ligt er even aan wat voor hout je hebt en in welke hoedanigheid, maar dat gaat ongeveer om een half kilo hout. Dus dat betekent dat best wel weinig materiaal mag verbranden tijdens zo'n test. Ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat er als er constructies zijn waarbij openingen aanwezig zijn in de gevels die vlammen naar binnen slaan, als daar dan hout achter zit, zoals latten of andere constructies, en die gaan meebranden, dat je al vrij snel richting die halve kilo gaat. De drie hot items. De eerste, houtskeletbouwgevels. Ik heb er maar drie gepakt, er zijn meer hot items, maar ik heb er drie besproken. Dit is, wat je nu ziet, is een plaatje bij ons uit het lab. Een HSB-gevel, zoals jullie hem vaak zien, zonder plaatmateriaal nog even, maar de verticale staners zijn zichtbaar. Het folietje waar vaak over gepraat wordt, testen we dus inclusief en je ziet nog hier een glasvol zitten. De klant bij ons gekomen die met de vragen kwam waar we het al heel deze middag over hebben, waar iedereen mee speelt. We hebben een bepaald detail rechts te zien. Een aansluiting rondom een brandweerende vloer, een betonnen vloer, dat grijze. Rechtsonder zie je de onderste brandruimte, appartement, waar de brand kan plaatsvinden. Het idee is, de brand gaat veelal naar boven toe. En dan komt hij boven terecht, waar die nummertjes staan, 1 tot en met 5. Daar hebben we een groen oppervlak getekend. En dat is eigenlijk je te beoordelen oppervlak. De brand mag simpelweg niet van woning A naar woning B. Die klant die is natuurlijk best op de hoogte. Die weet wat er moet gebeuren volgens het bouwbesluit. 1 is brandklasse B op de gevel. Dat is aan de linkerzijde. Een SBI-test. Waarbij een brandklasse B gehaald moet worden. En brandtrajecten 4 en 5 heb ik ze even genoemd. Zijn er boven in zichtbaar. De brand van binnen naar buiten. Brandwerendheid hebben we het dan over. En de brand van buiten naar binnen. Vaak tegen de gereduceerde brandcurve. En de brand van binnen naar buiten vaak volgens de standaardbrand. Tot zover is het vaak wel bekend. Maar je ziet 5 trajecten. Trajecten 2 en 3 zijn meestal voer voor de adviseur. Wordt nog niet zoveel getest, maar kan wel degelijk getest worden.
Door allerlei normen die daarvoor mogelijk zijn. Die worden niet aangestuurd, maar het kan wel. Dat betekent dat traject 2 is het traject eigenlijk langs de vloerrand. Dus eerst door een brandverend kitje en dan zo via een isolatiemateriaal naar boven toe, naar de bovenliggende woning. En traject 3 is het traject echt door de wand heen, via de spouw en dan weer terug naar binnen toe. En dan hebben we hier nog een bijzondere, eentje die een architect natuurlijk graag ziet, maar waar wel goed naar gekeken moet worden, is traject 1. Brand in een woning en dan door een niet brandwerend ventilatierooster, eigenlijk rechtstreeks de spouw in. En wat doet dat als de brand dan in de spouw naar boven schiet? Deze vraag werd aan ons gesteld en we hebben hier toch wel een aantal middagen voor bij elkaar gezeten. Flink overlegd en uiteindelijk hebben we gezegd van nou dit gaan we gewoon, of in ieder geval de klant zegt dit willen wij gewoon getest hebben. Er is een heel testplan uit voortgekomen. Uiteindelijk zijn we daar wel een tijdje mee bezig geweest. 9 SBI-testen in allerlei verschillende opties. Verschillende soorten gevelmateriaal, gevelafwerking. 6 brandtesten, waar met name track 4 en 5 bekeken zijn. En 1 verificatietest heb ik er maar even genoemd. Daar kom ik zo op terug. Dat was een hele bijzondere. Aan de gang met de SBI-testen. Hier zie je een SBI-test van dit gevelsysteem met plaatmateriaal wat brandklasse A is. Dus en niet brand, nauwelijks brand. Potdeksel gemonteerd, dus vrij dicht. Links zie je de brand en rechts zie je thermokoppels die wij monteren. Om extra informatie uit zo'n test te halen. Normaal zitten in een SBI-test zitten geen thermokoppels, maar ze zijn er gewoon in te plaatsen. Om gewoon te zien van, hé, wat gebeurt er nu? Daar zie je heel mooi, vlamtemperatuur 850 graden. Dus we meten in de vlam. En bij een brandweerendheidstest is dat ongeveer 30 minuten voordat je die temperatuur bereikt. Dus je hebt best wel, lokaal gezien, best wel meteen een goede temperatuur. Waarbij de materialen in ieder geval gaan reageren zoals ze ook bij een brandtest doen. Alleen ja, met zo'n kleinschalige test zit je op een wat andere manier erin. Producten gaan wel minder snel kapot dan bij een grootschalige test. Dus daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Thermokoppels geplaatst, meerdere, waarbij een heel interessant verloop is naar voren gekomen. Daar zie je de TR600, dus dat is een normale, reguliere SBI-test. Wij stellen die SBI in op, nou gaan we lekker door, tot 60 minuten. En wat gebeurt er? Nou, je ziet dus bij een TR van 600, na 10 minuten is die plaat niet kapot. De vlam blijft eigenlijk aan de buitenzijde en aan de binnenkant wordt het hout niet aangesproken. En je ziet dat ongeveer hier na 15 minuten, dus eigenlijk als de test al voor de TR af is gelopen, die plaat kapot gaat en die brand wel degelijk die houten achterconstructie in de fik gaat zetten. En dan zie je de temperaturen dus oplopen. Waarbij het uiteindelijk zelfs achter de spouw heter wordt dan aan de buitenkant in de vlam. Nou, daar moet je iets mee. Hier nog eentje, wel mooi om te zien. Als je dus test met naden, voor deze klant hebben we 2, 4, 6 en 8 mm getest. Dit is de verloop met 2 mm wat we hier laten zien. Daar zie je dus dat bij een open constructie de hitte wel meteen achter, achter de constructie terechtkomt. Dus die brand die schiet wel degelijk naar binnen in deze situatie. En dan hebben we nog een aantal testen gedaan met de standaard gevelsystemen zoals je kent, zoals velen van jullie ze kennen. HSB-constructie met glassel, PIR en dan een houten achterconstructie en daarop plaatmateriaal met steenstrips, wel bekend geheel. En met en zonder PIR hebben we die beproefd. Dus echt als eindproduct. En toen was de brandklassenbepalingen zijn gedaan, toen de brandwerendheidstesten van buiten naar binnen, allerlei opties. Daar ga ik vandaag niet al te diep in, want ik heb maar 25 minuten. Maar wel een paar leuke testen zichtbaar hier. Tegen allerlei soorten krommes, de standaard, de gereduceerde en nog de smeulende brandkrom, de slow heating curve. Waarbij we gesimuleerd hebben dat een brand na circa 20 minuten in de spouw terechtkomt. Dat was net ook een beetje te zien in dat eerste plaatje. Na 20 minuten, kwartier 20 minuten, schiet hij in die spouw.
En de smeul in de brandkom is een weinig gebruikte kromme die wel bestaat. En die gaat na 20 minuten simuleert hij eigenlijk dat de brand echt begint. En die hebben we ook op deze constructie gebotvierd, om het maar even zo te zeggen. Heel interessant. En uiteindelijk de verificatietest. Misschien voor jullie als zij-instromers even lastig te zien. Ik zal het zo goed als mogelijk proberen uit te leggen wat we gedaan hebben. We hebben eigenlijk een vloer nagebouwd op onze oven met vier verschillende simulaties van zo'n gevels. Met allerlei opties erin, maar in allemaal zat dat niet brandwerende rooster. Het was een HSB-constructie. Twee met pir, twee zonder pir. Met aan de buitenkant plaatmateriaal en verzwaring met steenstrips. Dus die hebben we erop gelijmd. Waarbij we ook nog hebben gekeken naar cementgebonden lijm en naar een lijm wat sneller week wordt, zeg maar, tijdens verhitting. Hè? Dus vallen de steenstrips eraf of niet? Daar hebben we naar gekeken tijdens die test. En hier zie je nog de rechtse foto dat die aan de bovenkant open was. Uiteindelijk hebben we die spouw afgedicht met een ventilatieopening van 10 mm. Dus we hebben deze test gedaan met een geventileerde gevel, noemen we dat. Ik hoop dat het voor jullie allemaal duidelijk is. Tijdens de test, je ziet je heel goed. Links zie je dus de test na circa 10 minuten. Wij hebben bij alle roosters de vlammen rechtstreeks die spouw in laten gaan. En bij één klaproostertje hebben we open gegooid na 5 minuten. Waarbij we dus echt een uitslaande brand hebben gesimuleerd. En wij kunnen er maar eentje opengooien tijdens de test, anders halen wij de drukcondities niet. Dus we hebben één zo'n optie opgenomen. Waarbij mooi te zien is dat die gevel ernstig wordt belast eigenlijk. Hè, vanuit de binnenzijde. Je kijkt nu vanuit een woning. En rechts zie je na ongeveer 40 minuten wat er aan de hand is. Dan zie je het kozijn grotendeels weggebrand. De HSB-gevel is aan de binnenkant weg. Je ziet het glasvol nog wel zitten. En we hebben tegen de standaard curve gestookt. En wat we hier bekeken hebben zijn trajecten eigenlijk 1 tot en met 3 in één keer. Tijdens die test zie je links dus dat die vlammen in die, of ja, eigenlijk rechts zie je dat die vlammen dus echt uit dat rooster komt en zo die spouw in schiet en die pir in de fik zet. Ook uiteindelijk het hout. En dan zie je links van dat dus die rook en die brand, die komt weliswaar in die spouw. En hij gaat weliswaar drukken, dus je ziet heel veel rook uit dat ventilatienaadje komen. Maar omdat de ventilatie redelijk beperkt is en dat spoutje redelijk beperkt is, ontstaat er een soort van rookkolom. En die brand die gaat, het duurt best wel lang voordat die brand eigenlijk naar boven toe schiet. We hebben heel die gevel vol gezet met thermokoppels. We hebben een heel mooi verloop van oké, waar is de brand en waar is die uitgekomen. Dit is traject 1 tot en met 3. Ik hoop dat het voor jullie duidelijk is. En uiteindelijk was het doel van deze test is, hoe loopt de brand door die gevel? Dus wij kijken eigenlijk nog steeds, uiteindelijk hebben we ook gemeten op dat groene oppervlak daar rechtsboven te zien. Dat is eigenlijk wat we bekeken hebben. Conclusie van dit onderzoek is, de meetwaarden vallen binnen klasse B. Dat is gewoon vanaf buiten. Belangrijk om te weten. Trajecten 1 tot en met 3 voldoen naar 60 minuten brandwerendheid. Ruimschoots zelfs. Traject 4 voldoet aan 60 minuten brandwerendheid. Dat is van buiten naar binnen tegen gereduceerde curve. 60 minuten en zelfs nog veel langer. Traject 5 van binnen naar buiten voldoet aan 30 minuten. En van de WBDBO-eis, ze hebben het hier alleen over de WBD, eigenlijk, de branddoorslag, is gewoon woning tot woning meer dan 60 minuten. En geldig voor wat we hier beproefd hebben. Maar uiteindelijk zijn er heel veel gevels op de markt en ze zijn vaak ook per gebouw verschillend. En niet alles is te testen, want dit is een vrij kostbare test, maar dit is wel een heel mooi startpunt om te beoordelen of een dergelijke constructie het doet. Er zijn voorwaarden aan. Die blijven in iedere test. In iedere test komen voorwaarden. Het is wel getest met en zonder pir, dus dat is een hele belangrijke. Het is getest met een spouw van 28 mm. We hebben simulatie van steenstrips daadwerkelijk gedaan. En we hebben getest met een geventileerde spouw met een naad van 10 mm.
En we hebben een niet brandweerend ventilatierooster opgenomen in deze situatie. Dus dit is een, voor deze klant heel interessant om te laten zien hoe veilig dit systeem is. Voor casus 1, casus 2, houten gevelbekleding. Heel veel bekend, goud of hout, mooi product, kan ook veilig. Maar wel een product wat goed onderzocht moet worden. En met name die brandklasse is natuurlijk wel een punt. Maar het kan. Allereerst het toepassingsgebied bepalen. Wat is het voor type hout? Hè? Ieder hout brandt op een andere manier. Sommig hout brandt wat sneller. Ontwikkelt de brand zich wat sneller. Sommige houtsoorten, met name hardhout. Hardere houtsoorten moet ik eigenlijk zeggen. Hebben een, dat de Vigra... niet zo snel ontwikkeld, maar wel er heel veel brandmateriaal in zitten. Dus dan ga je op de TR. Dus dat is een tegengesteld iets tijdens zo'n test. Dat moet goed onderzocht worden. Dus je ziet alleen al de verschillende soorten materiaal. En dan hebben we nog allerlei situaties. Brandklasse B is de eis, hè, of D, maar veelal B. Na de dilatatie zitten ze erin. Hoe zijn die georiënteerd? Zit er een spouw achter het hout? De breedte van de planken, de dikte van de planken, profilering, dus met name hoe ziet zo'n plank eruit. Zijn er folies aanwezig? Al dan niet. Wat voor folies ook nog. Het type regelwerk en de montage. Dus we zien dit soort testen wel vaak echt als end-use gevels getest worden. Dus niet zozeer op productniveau, alleen op hout, maar echt op complete gevelpakketten die getest worden. Dat is een vrij kostbare zaak en er zijn ook dermate veel varianten dat alles maar zomaar testen zonder vooraf bedacht plan niet zo slim is. Heel veel mensen kennen de term extended application bij met name brandweerendheid, maar hij bestaat ook voor brandklassebepalingen. Dus als er vooraf door een producent van dergelijke systemen een goed plan wordt neergelegd, waarbij alle varianten bekeken worden, kan daar gewoon een testplan voor gemaakt worden. En betekent niet dat je alle varianten, niet van alle varianten, een volledige testserie hoeft te doen. Maar vaak hoef je er maar van de worst case variant 3 te doen, bijvoorbeeld bij een SBI, en van de varianten maar 1. Dus op die manier kun je heel veel testen besparen. Maar ja, om brandklasse B te kunnen blijven declareren, is het wel een vrij nauw afgekaderd testmethode, daar komen we niet onderuit. Kleine veranderingen kunnen gewoon echt tot een andere klasse leiden. Dus let daar mee op. Dus wij krijgen allemaal dit soort pakketten binnen. Veel varianten. Conclusie daaraan is, test moet gezien worden als een end-use test met strikt toepassingsgebied. Ogenschijnlijk kleine aanpassingen kunnen zorgen voor andere klasses. Variabelen zijn er veel. Vaak zijn er ook nog ontwikkelingstesten. En plaats de gevel volgens de voorschriften. Dus ga niet zomaar anders toepassen dan wat in het klassificatierapport is vermeld. En de brandklasse B of D zijn gewoon prima haalbaar met dit soort systemen. Maar de veiligheid zit hem echt in de details. En dan de laatste. Ik zie dat ik nog een paar minuutjes heb en dan moet ik afronden. Deze is ook nog wel echt interessant. Komt veel voor. Prefab geïsoleerde gevelelementen. Ook daar gaan we met de klant zitten. Wat zijn de trajecten? Hoe kunnen we dat onderzoeken? En dan komen hier bijvoorbeeld voor dit systeem. Hier zie je een doorsnede van een bestaande woning. Gewoon met steenachtige buitenspouwblad en binnenspouwblad waar die na geïsoleerd wordt. Dus je krijgt drie trajecten. Rood is door de nieuwe spouw. Daar zit hier een steenwolbarrière in, maar het is wel een traject. Via het prefab element, dat is hier EPS. En via de buitenlucht, wat we niet in het lab onderzoeken, maar dat is een rekentechnische. Nou ja, als je goed oplet, je ziet al een detail zitten daar in het midden. Een soort van dilatatie, daar kom ik zo op terug. Dat is hier de truc om dit tot een veilig systeem te maken. Dus ook hiervoor geldt SBI testen. Voor grondgebonden woningen, gestapelde woningen, renovatie. De officiële testen om gewoon brandklasse B te kunnen declareren. En een aantal end-use specials, inclusief kozijnen. Dit zijn de normale testen zoals jullie ze kennen.
komt gewoon brandklasse B uit. Dat is gewoon prima te halen. Let wel goed op de naadjes. Hè. Is die open, is die dicht en hoe is die afgewerkt? Wordt allemaal meegetest en is ook deel van het toepassingsgebied. Maar belangrijker voor dit soort systemen is gevelaansluitingen. En kozijnaansluitingen, allerlei andere dingen die in die gevel zitten, waarbij dus daadwerkelijk het vuur naar binnen kan slaan, zit niet standaard in een SBI-test. Het kan wel. Bouw zo'n test op. Het gaat dan hier niet om het bepalen van de waarde die er haalt tijdens een SBI-test, maar gewoon hoe gaat zo'n brandtraject? Kunststof kozijn erin wat wegbrandt. En de barrières die je net al op tekening zag, duidelijk ook zichtbaar vanaf de buitenkant. De achterzijde van zo'n constructie, weer helemaal vol met thermokoppels. We willen weten waar de brand zit en op welk tijdstip en hoe de brand zich ontwikkelt. Dan gaan we weer door naar de 60 minuten. We gaan 60 minuten dat kozijn in de fik zetten, plus de EPS die daarachter zit. Nou, je ziet die bundel met thermokoppels eruit komen. Er zijn best wel uitgebreide testen die we doen. Maar na 60 minuten, wat zien we dan? We halen de steenstrips halen we even weg. Hè. Ze hangen er nog wel, maar de brand schiet wel naar binnen via dat kunststof kozijn. En wat je prachtig ziet, is de brand eigenlijk in een soort van mini-compartimentje terechtkomt. En bij de barrières gewoon ophoudt. Dus wat je hier krijgt is een uitslaande brand in een, dit is bijvoorbeeld een grondgebonden woning. Daar schiet hij toch wel dat EPS in. Maar het houdt vrij snel op. Dus je hebt wel de situatie dat hij niet bij de buurman terechtkomt. Hè. Wat Kavi net al zei, dat vind ik het belangrijkste. Is de buurman beschermd? Hè, het brandtraject. Voor minimaal een x aantal minuten wat de eis is. Nou, duidelijk te zien. Brandvoorplanting stopt simpelweg bij de barrières. Dus met ogenschijnlijk kleine aanpassingen van zo'n gevel, hè, een duidelijke goede systeem opbouwen, is gewoon zo'n situatie veilig te doen. Conclusie. Gevel voldoet aan brandklasse B, maar dat is, nou, wat we zeggen, dat is, al een dat is gewoon een test. Die is te halen, maar kijk ook naar wat er gebeurt er na die SBI-test. En hoe gaat het, hoe lang wil je dat de buurman beschermd is? Dus die trajecten onderzoekt hij. En die brandvoortplanting door het element stopt bij de barrière. Testresultaten die kunnen gewoon gebruikt worden als veilige oplossing. En ja, voor dit geldt ook. Het is gewoon geldig voor de constructies zoals beproefd. Dus dat is wel. Dit moet niet aangepast worden. Dan kan het weer net anders zijn. Een conclusie. Probeer het voorzichtig te brengen. Het is een hele lap tekst, maar... Gevel met een beproefde brandklas B kan in de basis gewoon leiden tot een veilige gevel. Het is een prima test om te kijken hoe snel je gevel wordt aangestoken, wat er dan mee gebeurt. Maar als de gevel eenmaal volledig in de hand staat, zegt het niet zo heel veel meer over een brandverloop. Maar het is wel een prima start en op zich een goede eis binnen het bouwbesluit. En de SBI is wel gewoon een bevlammingstest. Dus kijk, het zegt niks over ramen, roosters, deuren, doorvoeringen. En dat wat ik net al liet zien. Die moet separaat naar gekeken worden door een deskundige. Of beter nog, een test. Dat toon je echt aan dat het gewoon goed is. En aanvullend risicogerichte term is al twee keer of meerdere keren voorbij gekomen. Systeemonderzoek. Onderzoek die trajecten. Kijk goed welke trajecten er zijn. En... Er zijn gewoon kwalitatieve goede onderbouwingen voor een veilig gevelsysteem. Ook met testmethodes, met kleinschalige testmethodes. Nou, dit was het. Nog even dank aan de bedrijven waarbij we wat van hebben mogen laten zien. Daar zijn we heel blij mee. Ik hoop dat het voor jullie interessant was, deze voordracht. En dan wil ik graag het woord teruggeven aan Leo. Dankjewel Harm. Gezien de tijd, ik heb toch één vraag uitgekozen die we even aan jou willen stellen. Wilt u de aansluiting wand dak WBDWO 60 en 30 minuten behandelen AUB? Kun jij er nog iets over zeggen? Jazeker. Die aansluiting, de WBDB, alleen de branddoorslag via zo'n aansluiting... Voor 30 of 60 minuten. Er zijn natuurlijk best wel wat details beschikbaar, standaard details, die vrij aardig kloppen.
Dus daar kun je van uitgaan. En dit is ook zo'n casus. Ja, ik heb hem vandaag niet behandeld, want ik heb maar 25 minuten en ben zelfs een beetje over de tijd heen. Maar hij is zelfs ook te testen op de oven. Dus dan kan daar ook gewoon een kwalitatief onderzoek naar gedaan worden. Oké. Dankjewel, Harm. Niks te danken. Als je het goed wil weten, ga het testen. Maar ja, je kunt niet alles testen, dus je moet er goed over nadenken wat je test. Dat is mijn vrijblijvende samenvatting. En de norm waar jij ook refereert, de NEN 6069, daar wordt gewerkt aan de verduidelijking daarvan. Gisteren is daar een werkgroepoverleg voor geweest. En daar is al een tijd lang wordt daar keihard aan gewerkt. En ja, we hebben het geluk dat we de rapporteur van de werkgroep zo meteen aan het woord kunnen laten over wat de status daarvan is en wat we daarvan allemaal kunnen leren. En daarmee mag ik het woord geven aan Gert van den Berg, rapporteur van de werkgroep 6069. En Gert is ook nog op Europees niveau in technische commissies actief en ook brandveiligheidsadviseur. Dus alle aandacht voor Gert van den Berg over de 6069. Ja, hartelijk dank Leo. Dank voor deze introductie. Ik vind het fijn om hier bij aanwezig te zijn. Voor zover aanwezig geldt. Maar ik vind het fijn om mijn verhaal te mogen vertellen. We zijn allemaal op onze eigen plek. We zijn toch samen om hierover na te denken. Ik wil graag wat vertellen. Inderdaad, zoals Leo al aangaf over de NEN 6069. Ja, dat is een norm waar ik eigenlijk al jaren mee bezig ben. Ik ben een jaar of 20 geleden begonnen bij TNO, Centrum voor Brandveiligheid. En daar kwam ik in aanraking met NEN 6069. En sindsdien ben ik daar eigenlijk niet meer van losgekomen. Dus via TNO ben ik bij Effectus gekomen. En sinds een jaar of drie bij DGMR als adviseur. Ik toch iets meer in de praktijk, iets dichter op de praktijk. En en nog steeds ben ik eigenlijk druk met 6069. En nu is dan ook zo dat de 6069 wordt herzien. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik rapporteur ben. Ik doe dat niet alleen. Er is een werkgroep voor. Maar het is leuk om nou ook een keer aan de norm te sleutelen, waar ik eigenlijk al 20 jaar mee bezig ben. Dus ik wil jullie daar graag wat over vertellen in deze 10 minuten. Ik heb 10 minuten. Ik ga er kort wat over vertellen. Dus een beetje achtergrond. Wat doen we dan met 6069? Een kleine tip van de sluier. En dan wil ik vooral focussen op de eisen aan de gevels en de daken. Nou, wat nu even om het kader nog even één keer helder te schetsen. Het is al een aantal keer aan de orde geweest. We hebben natuurlijk de SBI-methode. Een kleine prullenbakbrand. 30 kilowatt. Die brand kan zich verder gaan ontwikkelen. Dan komen we op een volledig ontwikkelde brand. En vanaf dat moment geldt er een brandwerendheid. En dan hebben we met veel hogere vermogens te maken. Ik heb het hier rechts op de sheet aangegeven. Dan zit je op de 250 à 500 kilowatt per vierkante meter. Ja, dat zijn nogal wat prullenbakken. Zeker als je een brandcompartiment hebt van 1000 vierkante meter. Nou, reken maar uit hoeveel dat kan zijn. Dat zijn serieuze branden. En dan kom je op 6068, 6069. We hebben in de Nederlandse regelgeving wat eisen gesteld aan de brandklasses. Daar hebben we al voldoende over gehad. Brandklasse B, bijvoorbeeld. En we stellen eisen aan de brandwerendheid. Ja, daar zit wel een heel gat tussen. Dus, en dat is al een aantal keer aan de orde geweest. En ook in Europees verband zijn we daar ook ons wel van bewust. Ik zit ook in de Europese Commissie, wat Leo al even aangaf. De Technische Commissie voor Brandveiligheid. Tegenwoordig ik Nederland. Daar wordt ook ontwikkeld een Europese testmethode voor façadebranden. Ook daar zit ik in de stuurgroep. 1 december hebben we daar weer een vergadering over. Dan gaan we daar weer mee verder. Maar dat is iets wat er tussenin zit. Dus brandklassebepaling via de façadebrand naar een brandwerendheid. Daar wordt wel aan gewerkt, maar ja, dat kost allemaal wat tijd. Zoals u wellicht weet, normalisatiewerk, dat kost tijd. Dat is toch vaak is er een aantal jaren voor nodig. Maar er wordt wel aan gewerkt. Er komt dus wel iets tussen. Nou, dat is even het beeld wat ik wilde schetsen. Nu ga ik me vooral focussen op brandweerendheid. NEN 6069. Zoals ik zei, ik werk er al een jaar of 20 mee. En in die 20 jaar is het alsmaar groter, complexer, dikker. En wellicht ook wat ingewikkelder geworden. Lastiger, Europese regels erbij, gevels, brandoverslag en allerlei zaken zijn erbij gekomen.
Dat heeft toch geleid tot een wat onoverzichtelijk geheel. Dat was het grote bezwaar. Staat er allemaal wel in 1669. Maar hoe nu precies? Dus dat moest duidelijker. Nou, die opdracht hebben wij gekregen via BZK en NEN als DGMR om daaraan te werken. Ik ben rapporteur, maar doe dat niet alleen. Ik zou het niet alleen kunnen. We doen dat met een grote werkgroep. En die werkgroep, er zitten een aantal vertegenwoordigingen in. Ook vanuit de VMRG. Metalen, ramen en gevels. Het lijstje staat op het scherm. Brandweer, glas, hout en isolatiebrand. PVBA, de brandadviseurs. BBN, hoe kan het ook anders? Denkt ook mee. De brandlabs zijn vertegenwoordigd. En zo hebben we een groep van een man of 20 bij elkaar gehaald. En denken we na over hoe moet NEN 1669 gaan worden. Zoals gezegd, gisteren hadden we een werkgroepvergadering. Goede vergadering gehad. Veel besproken. Altijd genoeg stof tot discussie. Maar toch begint het zich wat te trechter, is het mijn beleving. Het ziet er naar uit dat we begin 2021, waarschijnlijk maart, april, een versie gaan publiceren ter commentaar. En dat we dan in de loop van 2021, in het najaar, de definitieve versie kunnen publiceren. Dus er zijn al flinke stappen gemaakt. Het ziet er op zich goed uit. Nou, overzicht van de belangrijkste aanpassingen. En ik ga niet alles behandelen, ik heb maar 10 minuten. Dat zou meer tijd vergen. Kort even aanduiden. De titel hebben we veranderd. Dat is een belangrijke aanpassing, zou ik zeggen. De titel was beproeving en klassering. Maar we maken dat nu bepaling en klassificatie. Nou, klassificatie is het betere woord. Dat is ook het tweede punt wat er op het scherm staat. Meer consistentie in definities en regels. Klassering is een beetje een raar woord. Klassificatie is het goede woord. Maar belangrijk is eigenlijk bepaling. Bepaling kan zijn een beproeving. Of een beoordeling. En dat hebben we meegenomen in NEN 1669. De NEN 1669 was erg geënt op beproevingen. Maar niet alles wat beproefd is, wordt zo één op één toegepast in de praktijk. En dat ziet Europa ook. Er zijn extended applications, bijvoorbeeld. Waarin duidelijk wordt gemaakt van als je iets hebt getest, wat mag er dan veranderd worden? Dat wordt helemaal meegenomen nu in 1669. Dat het niet altijd rechtstreeks een beproeving is. Maar het kan ook een extended application zijn, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk zijn belangrijke aanpassingen. Om weer helemaal in lijn te zijn met de Europese ontwikkelingen. Nou, dan een belangrijke aanpassing is de tabel 2. Ik ga dit niet in detail behandelen, het staat op het scherm. Ingewikkelde formulering in tabel 2. Met ingewikkelde volzinnen van dit geldt met uitzondering van dat. Maar dan wel weer inclusief dat. Nou ja, daar raak je een beetje de draad kwijt. Dus dat hebben we geprobeerd helderder, korter. Puntiger op te schrijven, dit geldt. En dan geef een lijstje met uitzonderingen. En eventueel nog een aanvullende eis. Ik ga dat nu niet in detail allemaal behandelen. Dat is tabel 2. Dus dat heeft, dat is een flinke verduidelijking. Heeft dit wel opgeleverd. Belangrijk is de gevels. Daar willen we het eigenlijk over hebben. Dat zat ook niet helemaal lekker in de bestaande NEN 1669. Stond op een aantal plaatsen door elkaar de eis aan de gevels. In de hoofdtekst stond een paar keer wat. En in een bijlage B stonden wat illustraties. Iedereen springt natuurlijk gelijk naar de illustraties. Maar pas op, want die bijlage B die was informatief. Dus dat is niet normatief. Daar kan je al in een fout trappen. Dus dat was allemaal wat moeizaam, wat moeilijk. Dus we hebben gezegd, en er waren wat onduidelijke regels ook. Stonden bijvoorbeeld bij de eisaangevels zoiets als A plus B. A of B plus C. Ja, hoe moet je dat nou precies lezen? Hè? Dat vermenigvuldigen en optellen, nou, daar leerden we een regeltje voor vroeger. Maar met een of-teken, je weet het niet. Hoort A of B bij elkaar? Of hoort dat plus-tekentje eerst? Dus A of B plus C? Of moet je dat anders lezen? Nou, dat soort ingewikkelde formuleringen hebben we eruit gehaald. En alles is nu verplaatst naar een bijlage B. Alles over gevels en daken, bijlage B. En dan is het idee van, we hebben 6068. Daar is bepaald wat aan geveldelen dicht moet zijn. En wat open mag blijven. Daar hebben we 6068 voor. En als het dan dicht moet zijn, volgens 6068. Dan pakken we 6069 en gaan we vertellen van, oké, dat beoordelen we dan op deze manier. En dan komen we brandwerendheid uit. En daarmee hebben we ook verdisconteerd, dat is ook een belangrijk aspect, het ingrijpen van de brandweer. Nou, het plaatje daar rechts spreekt redelijk boekdelen. De brandweer doet zijn best. Zeer blij.
Maar de brandweer kan niet alles. Dus hoge gevels, niet bereikbaar door een brandweer. Als er een laagbouw voor staat, voor een gevel, lastig, dan komt die straal niet ver genoeg. Dus daar hebben we ook, dat hebben we verdisconteerd in de eisen. Dus dat is het. Hè. De gedachte was 30 minuten brandweertijd in de gevel is genoeg. De brandweer doet de rest. Dus, hè, de brandweer met 30 minuten is de brandweer ter plaatse. En kunnen ze de gevel koelen. Dat gaat goed. Maar dat is dus niet altijd het geval. En dan zijn we erop uitgekomen, dan moeten we naar 60 minuten brandweertijd in de gevel. Want de brandweer komt er niet bij. De brandweer zal op een andere manier ingrijpen. Via een binnenaanval of hoe dan ook. Dus daar is steeds druk over nagedacht. Wat is veilig bereikbaar? Welk geveldeel? Hoe en wanneer is dat veilig bereikbaar door de brandweer? En er zijn regels voor. En op basis van veilig bereikbaar zijn, bepalen we de eis die geldt voor de brandweerendheid van het geveldeel. Dus het komt er eigenlijk op neer dat de WBDWO-eis wordt vertaald naar een eis die we dan noemen TT. En met die TT-waarde gaan we in NEN 6069 verder en beoordelen we de brandweerendheid. Dat betekent dat 60 minuten naar 30 minuten terug kan. Als we weten dat de brandweer veilig met bluswater dat geveldeel kan koelen. Dat soort aspecten zijn verwerkt. Nou, een voorbeeld, tot slot. Dit is een voorbeeld hoe het er dan gaat uitzien in de nieuwe 6069. Dus we hebben het input, dichte geveldelen. We hebben als input de WBDBO-eis. En we hebben als input, ja, is dat veilig bereikbaar door de brandweer? Nou, een voorbeeldje. Hieronder aangegeven. Dus we vertalen die WBDBO naar een TT. Stel TT is 30 geworden. En dan bepalen we dus de eisen. Hoe moeten we dan de brandweerendheid beoordelen? Nou, dat staat in het plaatje daar rechts. Dus brand in het brandcompartiment. Dus een gevel, een verticale doorsnede. We hebben met 6068 bepaald dat die gevel daar open mag zijn. In dat stuk daaronder. Een opening. Criterium minder dan 15 kilowatt per vierkante meter straling. Dat deel moet dus dicht blijven. Die borstwering en dat schort. En dan kunnen we kiezen. Hoe regelen we dit nu? Hoe beoordelen we dit? Daar hebben we 6069 voor. We gaan zeggen van oké, we hebben de keuze. We kunnen de brandweerendheid van binnen naar buiten regelen. Dat is daar aangegeven. Dan beoordelen we op E. Dus vlamdichtheidscriterium. Gedurende TT minuten. Of we gaan de brandweerendheid regelen van buiten naar binnen. De verdieping daarboven in de borstwering. Dan beoordelen we op EW criteria gedurende 30 minuten. En zo voorkomen we dat de brand overslaat. Dan hebben we WBDBO van 60 minuten van brandcompartiment 1 naar brandcompartiment 2. Natuurlijk zijn er nog meer trajecten die bekeken moeten worden. Maar daar hebben we het nu even niet over. Het gaat nu alleen over de eisen die we stellen aan de geveldelen. En dat is de belangrijke aanpassing die we hebben gedaan in NEN 6069. Daar hebben we onze energie in gestoken. Veel over nagedacht. Dus ja, dat wil ik even hier kort aangeven. Dit is hoe het er gaat uitzien. Ik dank de werkgroep. Ik dank BBN voor dit podium. U om mee te denken. Ik wil ook uw aandacht vragen voor straks. Als de norm dan ter commentaar komt. Dan hoop ik toch dat u mee wilt denken opnieuw. En eventueel commentaar wat u heeft met ons wilt delen. En zo hopen we dan tot de publicatie van de norm te komen. Hartelijk dank. Leo, ik geef jou weer het woord. Gert, dankjewel. Ik wil toch, ondanks dat we uit de tijd lopen, heel kort even jouw reactie op de volgende vraag. Die kregen wij van tevoren toegestuurd. En die gaat als volgt. Gevels van zonnepanelen. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? En daar wordt er zorg in uitgesproken dat er in zo'n gevel een ontstekingsbron, zuurstof en een brandbaar materiaal is, zodat dat zichzelf in de fik kan steken. Nou, hoe kijk jij er tegenaan? Dat was even de vraag. Ja. Ja, hartelijk dank Leo. Dat is een goede vraag. Ja, een actuele vraag zou ik zeggen. We staan allemaal voor de invoering van Beng. 1 januari, komend jaar, maandje nog. Beng. We moeten echt ook gaan nadenken over energie-neutraliteit. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we leven? Dus het is een belangrijk aspect, die gevelpanelen, die PV-panelen in de gevel. Kijk, je kunt PV op het dak zetten. We hebben niet zoveel oppervlak. De gevel heeft flink wat oppervlak. Dus het is een goed aspect. Het is belangrijk. Ja, het is natuurlijk wel een potentieel kan het een probleem zijn. Ik bekijk het vooral vanuit brandveiligheid. En dan denk ik van ja, daar zit een potentiële ontstekingsbron.
potentieel gevaar voor brand tussen het gevelpaneel en de gevel die daarachter ligt. Met mijn aantal collega's binnen DGMR hebben we daar ook wel over nagedacht. Er is een publicatie, een artikel in Bouwkwaliteit in de Praktijk, septembernummer, 6 september. Daar kun je wat nalezen. Kort samengevat, ik denk twee dingen zijn belangrijk. De panelen moeten goed geïnstalleerd worden. Een erkend bureau of een installatiebedrijf. Dat het echt goed gebeurt, de aansluitingen goed zitten. Goed controleren of daar geen hotspots zitten. Vanwege slechte aansluiting. Dat is één. Goed onderhoud, goed nakijken. En twee is, ja, en daar ja, wil ik toch de discussie over openen. Wellicht zou je toch naar anderen een hogere eis aan de gevel moeten gaan denken. In het geval dat de PV-panelen worden toegepast. Dus een wat hogere brandklasse. Om daar toch heel goed naar te kijken van, er kan een brand ontstaan tussen gevelpaneel en gevelbekleding. Om dan toch een wat hogere eis daar te gaan introduceren. Ik ga daar niet over, maar ik wil het toch wel even benoemd hebben. En ter discussie. Oké, dankjewel Gert voor deze toelichting. En we gaan eigenlijk naar een heel belangrijk moment waar het projectteam Essentiële Controlepunten Brandveiligheid het hele jaar aan heeft gewerkt. En we hebben Casper van Koenen van de gemeente Utrecht en ook lid van het projectteam Essentiële Bouwkundige Controlepunten bereid gevonden om u de lancering te doen van de nieuwe editie van de Essentiële Controlepunten Brandveiligheid. Casper, aan jou het woord. Ja, goedemiddag. Het is een prachtig boekje om te mogen lanceren. Allereerst omdat ik denk dat het voor heel veel mensen van meerwaarde kan zijn. En dan brengen we meteen op het eerste punt. Voor wie? Wie is de doelgroep? Nou, eigenlijk in ieder die belang heeft bij een brandveilig gebouw. En dat is natuurlijk heel breed. Nou, in eerste instantie gebouweigenaren, de beheerders van die gebouwen, maar zeker ook de gebruikers. Die zijn alle gebaat bij een veilig of een brandveilig gebouw. Voor hun eigen veiligheid, maar ook veiligheid van anderen, maar ook continuïteit van het gebruik van het gebouw. En voor velen van hen is het geen dagelijkse kost. Het is dus heel handig dat dit boekje een duidelijk beeld geeft, zowel van brandveiligheid in algemene zin, als een heel aantal toepassingen daarvan. En ook de checklisten die steeds duidelijk maken wat in welke situatie van toepassing is. Nou, vervolgens voor het bevoegd gezag, de gemeente, wat bekend is als bouw- en woningtoezicht, en daarbij de brandweer en haar preventietaak. Ook voor hen, voor de eigen medewerkers, kan het handig zijn als naslagwerk of voor zaken die misschien iets minder bekend zijn. De checklisten bij een controle of bij een beoordeling, maar ook om door te geven, door te sturen naar gebouweigenaar, gebruikers en andere partijen. Vervolgens verzekeraars, die natuurlijk ook een belang hebben bij een brandveilig gebouw, voor hun eigen medewerkers, maar ook voor hun klanten is het handig, kan het helpen om weer die brandveiligheid te verbeteren. En tenslotte natuurlijk heel belangrijk, degene die het gebouw bouwen of verbouwen, de architecten, de aannemers, de installateurs, iedereen die daarbij betrokken is. Ook hiervoor biedt het een goed houvast wat van belang is, welke elementen er echt aan gedacht moet worden. Nou, voor al deze verschillende gebruikers en situaties zijn er bij de checklist steeds 4 kolommen. Een kolom algemeen, wat is van algemene toepassing, wat is bij het ontwerp van toepassing, wat is tijdens de uitvoering, dus de bouw van toepassing. En tenslotte wat is bij het beheer of het gebruik van toepassing. Nou, wat is het? Voor zover dat al niet duidelijk of bekend was, de nieuwe naam maakt het denk ik nog wat duidelijker. Het zijn de essentiële controlepunten brandveiligheid. En dat gaat dus echt om de essentiële punten. Het gaat niet om ieder detail. Het is niet een hele boekenserie met alle mogelijke problemen en oplossingen. Maar het zijn de essentiële controlepunten die steeds nodig zijn. Nou, daarvoor is er een jaarlijks update al sinds 2005. En dan is het een evolutie, geen revolutie. Om dit te bewerkstelligen zijn er meetings gedurende het hele jaar door een gezamenlijk projectteam. Hierbij zijn de leden van BBN aangesloten. Maar sluit ook bijvoorbeeld vanuit de brandweer en vanuit verschillende gemeentes aan om iedereen zijn input erin te geven. Nou, wat is er dit jaar nieuw? Allereerst een nieuwe checklist aan het begin van het boekje die eigenlijk de basis vormt voor de rest. Om te kijken of alle informatie wel aanwezig is. Is die actueel? Is die overal waar die moet zijn? Om vanuit daar eigenlijk verder te kijken naar alle andere onderdelen die verder volgen in het boekje. En dat past bij hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 is eigenlijk een quickscan, de basis voor de rest, waarin veel algemene informatie is die later weer van toepassing is. En daarmee is het eigenlijk een soort leeswijze voor het boekje, maar ook voor tekeningen die bij brandveiligheid van belang zijn. Nou, verder zijn er textuele verduidelijkingen doorgevoerd in het boekje en zijn er ook verschillende updates op verschillende onderdelen geweest.
Dan het projectteam waar ik het net al even over had. Dat is heel breed en dat is denk ik juist ook een van de krachten van dit boekje. Dat er vanuit heel veel verschillende kanten meegedacht wordt over hoe die brandveiligheid verbeterd kan worden. En wat de essentiële controlepunten daarvoor zijn. Nou, vervolgens waar het natuurlijk om gaat, hoe kunnen we het gebruiken? Allereerst is een hardcopy. Dat is dit jaar allemaal wat anders, maar als het goed is die beschikbaar of komt die beschikbaar. Wat nu sowieso al beschikbaar is en wat heel handig is, wat meteen te downloaden is op bbm.nu, is de digitale versie. Handig voor onszelf, maar juist ook zeker om door te sturen naar anderen. En voor wat verdere diepgang zijn er trainingen. De eerste daarvan is op 9 december, maar er zijn ook mogelijkheden tot in-company trainingen. En in 2021 zijn er nog verschillende trainingen gepland. Dus dat was hem. Oké. Okay. Dankjewel Casper voor deze introductie. Aarzel niet, ga naar bbm.nu en je kunt de nieuwe editie downloaden. Ook collega's, iedereen kan ermee en de gebouweigenaar en de gebruiker. Allemaal maak er gebruik van. We hebben 46 vragen binnengekregen. We hadden 230 mensen in de call. Maar ik wil, en we zitten al op 2 uur. En toch wil ik toch nog 1 vraag laten behandelen. Die heeft namelijk in de chat ook heel veel likes gehad. Of tenminste, 6 likes heeft hij gehad. En dat is de vraag, en ik vat hem heel kort samen. Wat is de ultieme mogelijkheid van de gemeente om de gebouweigenaar te bewegen toch iets te doen? En Victor Termijn die is, terwijl wij aan het vertellen waren, uitgebreid onderzoek aan het doen geweest. Ik wil er nu nog even wat over zeggen. Het woord is aan Victor. Nou, uitgebreid onderzoek. Ik denk dat ik daar wel zo snel even een antwoord op kan dichten. Kijk, natuurlijk schrijft het bouwbesluit artikel 1.12, zeg ik even uit mijn hoofd, in de afdeling met bijzondere bepalingen. Die zegt natuurlijk wel iets over bestaande gebouwen waar eventueel een hogere eis kan worden gesteld dan ja, het rechtens verkregen niveau van dat gebouw of het niveau bestaande bouw. Maar wel altijd met de nieuwbouw-eis natuurlijk als bovengrens. Wat je daarbij nog zou kunnen vermelden, is dat op het moment dat je wil zo'n eigenaar in beweging brengen en je wil een juridisch middel hebben om hem aan te schrijven. Het wordt natuurlijk makkelijker op het moment dat bijvoorbeeld een totale brandveiligheidsconcept van zo'n gebouw op bepaalde andere punten ook niet voldoet. Je zou dan kunnen zeggen van nou, we willen die gevel, dat zou een oplossing kunnen zijn, naar een hoger niveau dan dat het bouwbesluit stelt. Niet zozeer om aan dat specifieke onderdeel van het bouwbesluit te voldoen, maar meer om aan het totale brandveiligheidsconcept te voldoen. Oftewel, artikel 1.12 biedt daar mogelijkheden. Die verwijst natuurlijk naar artikel 13 van de woningwet. Dus daar zit wel daar heb je een stok achter de deur. Moet alleen wel erbij vermelden dat als je dat gaat inzetten als zijnde bevoegd gezag, is wel ingewikkeld. Want dan moet jij gaan motiveren als bevoegd gezag waarom je dit middel nu inzet. Even plat gezegd, normaal gesproken moet een aanvrager gaan motiveren dat zijn bouwwerk voldoet. Nu moet bijvoorbeeld gezag gaan motiveren dat bouwwerk waarschijnlijk niet voldoet of niet voldoende voldoet. Dat motiveren, dat is lastig. Dan moet je van goede huizen komen, moet je gedegen onderzoek hebben gedaan. En bij mij weten, in ieder geval in Rotterdam gebeurt dat dus ook niet zoveel. Bij hoogbouwpanden, dat wil zeggen vloeren hoger dan 70 meter, hebben we natuurlijk afdeling 2.14 van het bouwbesluit. Daar zou een strengere eis aan bijvoorbeeld je gevel onderdeel uit kunnen maken van je algehele brandveiligheidsconcept. Om invulling te geven aan die afdeling 2.14 van het bouwbesluit. Dus op het moment dat er sprake is van hoogbouw, wordt het wat makkelijker praten. Daarnaast werd er in de vraag nog gezegd, goh, zou je eventueel iets met de gebruiksvergunning kunnen doen? Ja, uiteraard. Alleen ook hierbij geldt dat je dat weer zwaar moet motiveren. En natuurlijk niet op alle panden ligt een gebruiksvergunning. Dit is even zo wat me te binnen schiet aan antwoord. Ik ben geen jurist, maar we zouden dit verder uit kunnen zoeken indien gewenst. Het belangrijkste, denk ik, wat ik nu kan melden, is dat we gelukkig in Rotterdam artikel 13 en dit middel nog niet hebben hoeven in te zetten. Zeker op het moment dat je het gesprek aangaat, dat je misschien met geringe middelen
ook al een hoger niveau kan bereiken dan de plant in de huidige staat is, dan gebeurt het praktisch nooit dat een eigenaar echt volledig met zijn kont in de krip gaat en zijn hakken in het zand. Dus gelukkig hebben wij hem nog niet hoeven inzetten. Oké, dankjewel Victor. Ik ben ook een beetje gerustgesteld. We hebben in Nederland in ieder geval gebouweigenaren die zich serieus gelegen laten hebben aan de brandveiligheid. En we hopen dat we met dit webinar daar ook een extra impuls aan hebben kunnen geven. Nogmaals, de essentiële controlepunten met heel veel van de termen die u allemaal langs hebt horen komen, ook toegelicht via bbm.nu gratis te downloaden. Wij gaan de vragen voor u nog een keertje bekijken en ook aan de deelnemers allemaal toezenden. Rest mij dat ik de sprekers allemaal heel hartelijk bedank. Victor bedankt. Casper bedankt, Kami bedankt, Harm bedankt, Gert ook bedankt. Ook een bedankt aan de mensen achter de schermen, Daisy Ray, Vaassen en Corrie Bauma. Hard werken om het allemaal weer voor elkaar te krijgen en het laten draaien. En vooral bedankt u, luisteraar, voor het opnemen van deze informatie. En ik hoop dat we met z'n allen aan het werk gaan om brandveiligheid eerder in dat traject direct bij de gebouweigenaar aan de orde te krijgen, zodat je er ook serieus in de rest van de tijd mee aan de gang kunt, gedurende de hele levensduur van het gebouw, met al zijn wisselende risico's. Graag hadden we natuurlijk nog even met elkaar gepraat, wat gedronken. Zodra daar mogelijkheden voor zijn, gaan we u alle vragen om weer op een locatie samen te komen om ook informeel met elkaar te kunnen praten over hoe we de brandveiligheid in Nederland op een hoger niveau kunnen brengen. Ik dank u allemaal en tot de volgende webinar. En dat is op 4 februari. Ook weer via deze weg, via BBN, zult u ook de informatie daarover toegezonden krijgen. Bedankt, tot ziens. Zijn we er nu uit qua geluid?